Je zit hier, zit ontzettend veel gevoel, ook vrouwelijk gevoel hier. Heel veel meer. Nou, veel... <laughs> ah, dit is, nee, is Zo'n zo heel slecht nachtprogramma op televisie. <laughs> Andries, begin jij? Live vanuit de EO Studio's in Hilversum, bij de Evangelische Omroep, is dit. Het grote Andries Knevel afscheidsinterview. En ik vond het wel mooi om net die tune van Knevel van de Brink even te horen, want ik zit hier gewoon met het legendarische duo: Andries Knevel en Thijs van de Brink. En David Bogert, van de ongelooflijke Iets podcast. Iets minder legendarisch, man. Ja, maar wel de man die honderden interviews voor Andries Knevel heeft uh, voorbereid. Die hem beter kent dan wie ook, zou ik bijna zeggen. Uh, fijn dat u kijkt naar uh, dit gesprek dat David en ik met Andries gaan voeren. En waarin we hem alles gaan vragen wat we eigenlijk altijd al eens hadden willen vragen. maar waar we niet naartoe gekomen zijn. Andries, fijn dat je er bent. Dat je op deze uitnodiging bent ingegaan. We hebben veel te bespreken. We gaan het hebben over 43 jaar mens in de media. maar ook bijna 70 jaar mens op deze aarde. Ja. Het is een gezang, hè? Mensen op de aarde geweest. Is dat ja. zo? Nieuwe liedboek, ja. Mensen zijn op aarde. Mensen zijn op aarde, ja. Ja. Kleine inhoudsopgave van dit gesprek, Goeien. dat je een beetje weet waar je aan gaat beginnen. We gaan het met je hebben over de dood. Oh. De EO. Het EO-exitgesprek. Solliciteren op je zeventigste. Maar we gaan het ook hebben over Feyenoord en keepers. Ja, gaat niet zo goed, hè? Bij met Feyenoord. Weer een blunder, een blunder in de bekerwedstrijd tegen Twente. Ja, ja. Maar als dit gesprek... Live gaat, dan is net de klassieke geweest. Dus je weet maar nooit hoe dat is afgelopen. Dat weten de kijkers beter dan wij op dit moment. We gaan het ook hebben over de kracht van familie. En over wat geloven nu precies is. We gaan het hebben over politiek, een leven in de media, het elfde uur, knevelen van de brink. En uiteraard de combi geloof en wetenschap, die kan niet ontbreken. En over jouw diepgevoelde wens om God te doorgronden. Ben je er klaar voor? Man, als ik die inhoudsopgave had geweten, was het niet gekomen. Is die niet ja, gekomen? Nee, hey, hey, veel geloof. Feyenoord zit erin. Dat is toch. Maar ja, ja nou nou vooruit. Gelukkiger kunnen we je niet maken. Maar we beginnen eh. met iets wat het leven een beetje kleur en spanning geeft. Namelijk dilemma's. Ach nee. Ja, ja, ja. ja, ja, ja televisie. Als je zelf ook een fan van als presentator, Gymnasie toch? Dat dus. ik? Dat deed, Jij deed ook niets liever dan mensen moeilijke dilemma's voorleggen. Ja, dat moest. Ik? Je mag er één kiezen. moest van jou. Je mag er één ook uh, uh, passen. Als je die te moeilijk vindt. Hoeveel zijn er? Eentje maar, hè? Hoeveel zijn het er? Ja, dat ga je, dat je nog wel merken. Dat zijn, dat zijn er best wel veel. En je mag op eentje ook terugkomen na afloop, om die nog wat toe te lichten. Ja, akkoord? met deze. Deden wij dat ook? Re ja, regels. zeker. In neem van de Brink? Nee, uh, Moraal Ridders. Ah, ja, als we niks meer te verzinnen hadden, dan... Nee, nee, nee. Als ah. we het gesprek een beetje lekker op gang wilden laten nou, komen. Wel. Zoals nu. Kerst of Pasen? Moet zien, is dat hem? Nee, dat de, 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 is dat het een <laughs> voorbeeld was. Van... <laughs> nee, Kerst of Pasen. We zijn begonnen. Pasen. Tijd voor je kleinkinderen of minimaal doorgaan tot je tachtigste? Tijd voor mijn kleinkinderen. Premier Balkende of premier Rutte? Uh, boe! Allebei ongelooflijk goede premiers. Uh, maar dan kies ik toch voor Rutte. Echt? Zeker, want ik vind Rutte zo dus nee, goed. Je mag niet, niet niks verder zeggen. Ik, nee, ik vind Rutte zo goed. En streng. De gulden of de euro? Euro. De paus of René de Reuver? De paus. Oek de Jong of Mensje van Keulen? Oek. Want zijn vader is Klaas de Jong uh, en die is staatssecretaris onderwijs geweest. En die komt uit onze zuil. Dus dan ben ik altijd weer blij dat een zoon van Klaas de Jong nog een. Je mag niet toelichten: EO-presentator of EO-directeur? Presentator: Beertje Krijermaat. Ik ben benieuwd hoeveel mensen dit nog zien. Citardia? Of Cor van der Gijp? Cor van der Gijp die schoot er meer in. Maar Beertje Krijermaat uh, speelde. En je mag de, alleen kiezen. Echt, Citardia speelde kiezen. en die kreeg een beenbruik. Uh, uh, be Beertje uh, Krijermaat. Okay. Moet even het zijn twee spelers van Feyenoord, begreep ik? Tegen de ja. luisteraars moet ik even uitleggen wie Biertje. Ja, dat dat is, je adem. denkt gewoon hardop na. Feyenoord het 11 van 63. Wil ik even de opstelling geven daarvan? Nee, nee, nee nou, we gaan, nee, we gaan nee, nog even nee, over nee. Fijnhoor. Oh, op die opstelling komen we nog wel oh. terug straks. Um, wil je worden begraven of wil je worden gecremeerd? Begraven. Nederlands Dagblad of Reformatorisch Dagblad? Reformatorisch Dagblad. Is er uit. nog eentje waarop je op terug wil komen? Niet één. Ik vind het heerlijke dilemma's. Oh, nou mooi. Je het veel leuker dan je dacht eigenlijk. Ik vind het veel horen. leuker dan ik dacht. <laughs> ja. hey, jen je flirter helemaal voor hebt mij 3,5 uur. man, ja. geef me ja. dilemma's. Nee, ja, die komen er weer. Ja. Zeker. En nu een beetje, een beetje een abrupte overgang, Andries. Want we gaan het hebben over... Ja, uh, we gaan het gesprek over je leven beginnen met waar je normaal gesproken mee eindigt. Oh. De dood. Ja. Nou soms moet je gewoon even zo'n overgang ja, ja, doen. Dat is. heb je ook wel schat, toch? In uh, programma's, die ja, gewoon even zo. Even van de brink, van de volkshanger naar uh, de oorlog in de wereld en dat soort dingen. Ja. Oh. Um, maar de dood is ook een beetje een rode draad ja, in je leven en misschien ook wel een klein beetje in je werk. En we vroegen ons af hoe je leven daardoor beïnvloed is. En wat er net wel in de dilemma: wil je doorgaan tot je tachtigste? Hoe oud hoop je eigenlijk te worden? Ja, dat is, dat, is, dat, is een vraag. dat is een vraag die mensen niet kan beantwoorden natuurlijk, hè? Uh, Want je gaat er niet over, dat vraag je ook niet nee, natuurlijk. maar wat je nee. hoopt, je hebt mensen ik, die hopen 120 ik, te worden, sommigen hopen nee, nee, 50 nee, te worden. Nee, ik heb gisteren een pastoraal bezoek gebracht aan een man van 93, die net weer terug was uit het ziekenhuis, maar die dacht: fijn hoor dat ik terug ben uit het ziekenhuis, maar moest het nog wel. Mijn moeder is 92 geworden, heel goed bij uh, bij de verstand nog, maar aftakelend. Dus als ik iets aan me over mogen zeggen, maar ik vind het dat doe ik met hele kleine lettertjes, ja. dan zeg ik: ik zou gezond willen worden tot rond mijn negentigste. Negentigste, oké. hoe voel je je nu? Hoe fit voel je nu? Uh, ja, ontzettend fit. Uh, ja? Ik ben natuurlijk een lopend wonders. Dat was ik altijd een beetje een lopend ik ben wonder. En een lopend wonder, want het is natuurlijk vijf jaar geleden dat ik legionella heb gekregen. Ja. En zwaar. Ja. 23 dagen op die IC... Aantal dagen in coma gebracht. Nou, we weten nu wat het betekent als je in coma wordt gebracht. Afscheid genomen ook. Afscheid genomen van mijn gezin. Ja. Um, en ik werd, ik werd dus wakker. Niet in de hemel, maar gewoon weer in het ziekenhuis. Teleurstelling. <laughs> ja. en, en daarna ben ik uh, in een redelijk korte tijd ben ik ontzettend hersteld. Ja, want het gevaar loopt natuurlijk als je, als je zo'n legionella-besmetting ja. hebt... dat je kwakkelt ja. de rest van je leven. Zeker als je al op niet meer 30 nee, of 40... Nee. Bent. precies. Ik heb pas gesproken... Ik ben ambassadeur van de Stichting Veteranenziekte ja. natuurlijk. Ik heb pas gesproken weer op de lotgenotendag. En dan zie je allemaal mensen... Die dus hebben. fysiek zo fris ik ben als een moeite. En ik heb ook nog twee keer COVID eroverheen gehad. Een keer een lichte en een keer een hele zware COVID. Vorig jaar december. Ja, ja, ja. Uh, waar mijn zonen, die sterker zijn dan ik, want die zijn rond de veertig, nog altijd last van hebben een jaar. En ik ben fysiek uh, ja, ontzettend goed. Ben je mentaal net zo fit? Als... Mentaal ben ik ook heel erg fit. Ja, Ik zit in de bloeitijd van mijn leven. Je, je zit hier kranig. Ja. En, en heeft ja. die ervaring met legionella, heeft jou jouw uh, kijk op de dood of jouw omgang met de dood misschien wel veranderd? Er wordt veel gevraagd. Het antwoord is nee. Um, soms toch teleurstelling van velen. Van uh, velen zelf? <laughs> nee. Ik was natuurlijk altijd al iemand, en dat zijn christenen denk ik überhaupt, dat zijn mensen die in ieder geval wat meer met de dood bezig zijn, schat ik in hoor, dan mensen die uh, ja, zonder geloof of hoe je het ook verder formuleert. Dus de, bezig zijn met de dood was ik altijd al. Ik kom ja. natuurlijk uit een gezin met veel verdriet, dat, nou, dat weten de mensen, mijn zusje is overleden op een dramatische manier, mijn vader had de MS, dus uh, die werd steeds slechter en slechter. Dus dat het leven lijden is en dat de dood bij het leven hoort, of eigenlijk niet, maar er wel is, dat wist ik altijd al. Dat, dat, mijn vrouw heeft dat net zo, dus wij spraken al veel over de dood, ja? wij spraken over onze begrafenis. Oh, wat voor soort momenten dan? Aan tafel, aan tafel. Hm. Uh, bij, en dan weer zeiden, welk lied zou jij nou weer willen horen ja. en welk bijbelgedeelte wil ik om te graven. Oh, want ligt dat klaar? Ja, ligt klaar. De liturgie? Ja, maar het verandert met de ja, maan. Okay. er zijn zoveel mooie liederen. En hoe, ja. over mogen we er zingen? Ja, het liefst twintig. Want het is zo, er is zoveel. Een hele lange dienst. Je moet, ja, ik waarschuw je vast, maar je moet van, <laughs> ja. je moet van de dood geen, geen theater maken. Nee, maar wij spreken regelmatig. Wij spraken voor Legionella al zeer regelmatig over ja. elkaars sterven. En hoe we dat zouden doen. En wat de lievelingsteksten en liederen zijn van de een en van de ander. Daar zijn we mee doorgegaan. Dus in die zin is Legionella geen, uh, geen, echt, uh, geen waterscheiding geweest uh, in mijn leven. Uh, het heeft wel natuurlijk mijn leven natuurlijk nog verdiept. Op het moment dat je inkomen wordt gebracht. En je, ja. moet, je moet afscheid nemen van je kinderen. En je moet je kinderen toespreken. En ook vertellen dat het goed is voor je ziel. En dat zij getroost mogen leven als hun vader zalig zou sterven. Om uh, de catechisme even te vieren. Mm. Ja, dat hakt er natuurlijk wel in. Je hebt al afscheid van Eigenlijk is het laatste gesprek heeft al plaatsgevonden. In wezen wel. Ja. In wezen wel. Is het is een soort blessure tijd waarin je leeft. Nou, dat gevoel heb ik niet. Uh, ik heb geen hiskia-gevoel van 15 jaar oh Ja, die nog. krijgt nu 15, ja, 15 jaar bij jaar. Helmoet Schmid, die al, al 20 of 30 jaar in blessure-tijd leefde, zoals hij zelf zei, door hartoperaties. Nee, dat, heb, dat gevoel heb ik niet zo. Mm. Het is meer het gevoel van: uh, ik, ik mocht, er, mocht er zijn, mocht mijn werk weer oppakken, werd heel gezond, tot mijn verbazing, uh, fysiek sterker dan voor mijn Legionella. Waar? Ja, hoe ja. is dat dan? Omdat je meer dat beweegt? Weet ik dus... Nou, nee, precies. Ik, 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 ik werk veel natuurlijk aan mijn conditie tegenwoordig. Ja, jij hebt meer tijd om te sporten. Ik heb geen tijd, ja, maar ik fiets 150 kilometer in de week, hard. 150 kilometer. Is dat nog steeds die fiets waar je op fietst tijdens de neef van de Brink? Dat denk ik wel. Oké. Okay. Okay. <laughs> okay. ik, ja, ik zat twee, toen op de racefiets en hij zat op een gewone fiets. Ja, twee, en Ik keek twee. daar toen altijd al op neer, maar dat nu twee. niet meer. Als je 70 oh, bent en je nee. gaat nog steeds met die fiets nee, over, nee. over de hei, oh, 150, 150 kilometer per week. Hè? En steeds harder, alleen maar knapper op zo'n fiets <laughs> ja. eigenlijk. Steeds harder. <laughs> nou, nou, dit is het verhaal. En of jij, uh, of jij gelooft in de hemel hoef je eigenlijk niet te vragen natuurlijk. Maar heb je, heb je nou, wel? Of een nieuwe aarde. Ga je naar de hemel of naar een nieuwe aarde? Oh kijk, dat is een theologische vraag. We gaan tijdelijk even naar de hemel, tijdelijk. Maar dat, is dat een fysieke plek? En daarna komen we. Nee, nee, de ziel gaat tijdelijk naar uh, mm. iets. En daarna komen we fysiek terug op de nieuwe aarde. Ja. Dus uh, het is een tweetraps uh, proces, om het zo maar even te zeggen. Ja, dat, dat geloof ik. Goed dat we weten hoe dat. Uh... Hoe dat dan gaat. En uh, voor nadere verklaringen uh, wijs ik naar... <laughs> <Ja. Tomber. laughs> dat we weten hoe dit gaat. Hey, ja, ik vind het mooi. Want het is Tomber. een ingewikkelde theologische vraag. Ja, was het. <laughs> die is nu opgelost bedoel je. Ja die is nu opgelost. Dus dat is, die vraag kunnen we afhameren. Uh, in maar heb in je ook... het Grieks staat. Uh, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Het staat in het Grieks. Hè? Dat is ja. wel altijd gedacht dat is een woning in de hemel. Maar het, even zo. het woord uh, wat daarvoor in het Grieks wordt gebruikt. Is het woord voor een tij, iets tijdelijks. Dus wij gaan eerst tijdelijk het staat er ook in het Grieks. We gaan tijdelijk gaan we naar een plek waar onze ziel geborgen is. Mm. En daarna keren we terug op de nieuwe aarde. Heb je daar voorstelling van? Van hoe dat eruit ziet op nee. die nieuwe aarde? Nee, ik las een prachtig interview met Otto de Bruyne. Die dat zo mooi kan zeggen altijd. En Otto de Bruyne zei... Bij de rand van leven en sterven houdt mijn voorstellingsvermogen mm. op. Ja. Mijn ook. Anders wordt het een beetje een... Platitude. of het wordt een uitvergroting van uh, uh, Toscane. Ik zou graag uh, dat, dat helemaal Toscane zou willen. Uh, ja, dat, ja, dat ja, soort rare dingen. Hè? Dus dat doe ik. Dat zeg ik dus niet. Wil ik wel met je mee? Ik ja, maar die is weer voorstellen. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> um, Kom jij dan ook weer in het ja, Toscane? Ja. ja, Hallo. Twee Italië. Wel hebben. iets later. Wat dan dan? nou Als je een <laughs> echo hebt aan Italië en de hele hemel is Toscane, dat is ook geen pretje. <laughs> <Ja. laughs> um, maar als je niet van uh, Toscane Toscana houdt, heb je in de helemaal niks te zoeken. <laughs> dan 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 Lijkt mij toch? Kijk, dit is een gepeperde teksten weer. Prachtige Wat zouden collega's over jou zeggen. als ze ze vragen hoe het was om met jou te werken? Ik denk, denk dat jij Je uh, moet segmenteren in zeven categorieën. <laughs> zeven. Er <laughs> <laughs> zitten daar en dik in dezelfde categorie. <laughs> met mij werken. Ja. Hartstikke leuk. Heel veel, hu <laughs> heel veel humor. Ja. Heel veel humor. Altijd lachen. <laughs> Ervoor gaan. Ja. Niet bang ja. zijn. Ja, pront zijn. Heel goed idee om dit gewoon naar jou te vragen inderdaad. Vier zijn. Ja. 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 Je vroeg mij toch? Ja, ik vroeg naar ja, ja. jou. Was jij gepredestineerd om bij Deo te komen werken? Was het voorbestemd? Weet je, ik ben opgegroeid in Bussen. Daar waren de tv-studio's. Studio Irene, studio Vitus. Als om vijf uur Zwiebertje was op televisie, fietsten wij gauw naar studio Irene. Want dat was allemaal live. Dus om half zes kwam Zwiebertje eruit. Of People the Clown. Echt waar. Dat ik ja. toen zo. <laughs> allemaal wow. ja. studio fiets studio Irene. En dat stond jij te kijken. Op de foto ik op kijken. met op jaar of. Toen was ik een jaar of tien, twaalf. Okay. Toen ging ik heel veel op school in het gebouw wat nu de Tros is. Ik gimde vanuit het Trosgebouw op het terrein wat nu het Mediapark is. <laughs> ja. Dat hele Mediapark heb ik rondgelopen al gimmend. Dus maar bedoel je dit, dat, dat ik, is een soort knipoog van boven is? Toen werd het muziekpaviljoen gebouwd. Dat heb ik allemaal zien gebouwd worden. Ja. Als je... Ik weet niet of het predestinatie is. Maar als er predestinatie is, dan is het met mij. Ja. <laughs> ja. Ja, 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 ja. En ik ben ook bescheiden ook. <laughs> ja. Ik kon niet anders. Nee. Ik, dit, was mijn, dit was mijn wereld. Zoveel, Zoveel tekenen van boven, van deze kant moet ik wel lopen. Een massa. Ja. Een massa tekenen. Okay. Ja. En had het een ander bedrijf kunnen zijn waar jij je hele leven lang had gewerkt? Ja, ik ben natuurlijk toevallig bij de terecht gekomen. Dus het is natuurlijk allemaal gein dat ik zeg. <laughs> Uh, je moet wel een beetje serieus in dit gesprek. Het is, uh, het, het is het grote André het, ja, ja, ja. het moet wel kloppen wat je zegt. Hè? Nee, met dat van die predestinatie, daar heb ik later over nagedacht. Studio Fiete, Studio Irene. Ik bedoel, al die studio's. Daar ben ik geweest. Ja, ja, Mijn jeugd. Ja. Mediapark. Gebouwd zien worden. Onder de rook van de jongens. Uh, ja. ja. Maar had je ook 43 jaar bij een ander bedrijf kunnen werken? Ja. Ja, toch wel. Uh, Waar wat, wat, wat denk je dan aan? Daar nou, denk ik niet aan de media. Heb je al vijf? Oh nee, 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 niet, nee niet, die waren uh... niet. Nee, media. Nee. 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 Dan ben je gewoon ik, een brave econoom nee, geworden. Oh nee, nou was ik dominee geworden. Ja, dan ja, ja. ja? niet 43 jaar bij hetzelfde bedrijf. Ja, het bedrijf is goed. Alleen <laughs> filiaal. <laughs> het filiaal ligt wel dus zeker. Dat kan dan veranderen. Kan ja. Om, ja. Ja. Dominee of in de media, dat was niet een andere verleiding. Nee. Oké. Okay. Nee, dominee of in de media. Of in de wetenschap, maar daar was ik niet goed in geweest. Denk ik. Nee, ik zou geen goede wetenschapper zijn geweest. Nee. Waarom niet? Ik ben, uiteindelijk ben ik het natuurlijk niet... Ik ben veel te... Veel te, veel te, veel te oppervlakkig... Uh, grazend... Om jarenlang uh, aan die dissertatie te werken... Die ik ook niet geschreven heb. Nee, wetenschap past niet bij mij. Nee, bij ik, mijn karakter nou, als, als, Je bent ook te stellig voor de wetenschap, denk ik. Dat is wat ik denk over jou. Dus, ja, dat dus okay. Ben je genuanceerd genoeg voor een wetenschapper? Dat ja. is toch eindeloos mitsen uh, mare en maren? Ik denk bijvoorbeeld bij die vraag over... Hoe ziet de hemel en de nieuwe aarde eruit? Veel <laughs> ja. Theologen daar ietsje aarselender op reageren. Ja, maar als op je het wel weet, hoor. waarom ze het niet zeggen? Ja, ja, nee, nee, ja je hebt groot gelijk. <laughs> ja. Ja, als je het gewoon weet, ja, dan moet je dat Ja, dan vertellen. is dat niet nodig. Nee, nee ik, ik zou geen wetenschapper geworden zijn. Um, wetenschapper, Heino Valken of Kees Dekker? Ach, ach, ik ben met beide bevriend. Man... Wat mocht ik? Mocht ik? Uh, mocht ik eentje passen? Uh, mag ik er passen? Hè? Ja, je mag. Ja, keer... komen er komen nog heel veel. Die dus ja, mag ik pas passen. Weten? Het is wel link, hoor. Om de eerste te passen. Je weet niet wat. Uh, misschien niet? Het is een soort trappetje. Dat is er steeds erger wordt. Dat kan ook nog. Uh, dan maar Kees dekker. Want uh, wij komen regelmatig bij elkaar uh, over de vloer. En met Heino is dat ietsje minder. Johan Derksen of Jeroen Pauw? Uh, Johan Derksen. Zeker. Barbarolo, Barolo of Barbaresco? De viel bijna heel lang. Nee nee nee, 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 Barolo. Ja? De Barbaresco is het arme kindje van de Barolo. Het ja, dus gaat de... om wijn, hè, voor de duidelijkheid. Oh. Ja, nee, ja dat weet jij wel. Ik dacht, maar uh, ik, ik heb geen idee. Daarom kwam het er ook zo gebrekkig uit. Een echte Henk Helmantel of een echte Rietje Bakker? <laughs> dat vind ik. Deze is leuk bedacht. Een echte Henk Helmantel, want die kan ik verpatsen voor honderd. <laughs> het gaat om het geld: <laughs> Missie of mensen? Mensen: Eddie Pieters Graafland of Groei? Eddie, Eddie P. mijn jeugdheld. Uh, in 1962 van Ajax naar Feyenoord gekomen voor 330.000 euro. En geschiedenisopvang. Ja. Ik stel naar de volgende. Bijbel in gewone taal of de Statenvertaling? Uh, de Statenvertaling. Vader of opa? Opa. Bitcoins of aandelen? Uh, aandelen. Karo hm. ja. ncv of Max? Ja, ik heb bij beide gesolliciteerd. Dus... Ja, dus als... Wie hoop je dat te belt? <laughs> Max! Um, stel nou dat, dat Max Slachter gebeld zou hebben. We weten niet of hij het gedaan heeft. Gaan we ook niet achterkomen. En hij zegt, Andries, is het erg als het, als het gewoon mooi is geweest nu? En het gewoon een keertje klaar is en je niet nog in de media aan de slag gaat. Wat zou je dan zeggen? Stel dat hij uh, gebeld zou hebben, even jou. Uh, ja, uh, ja? ja. hypothetisch geval? Ja? ja, het hypothetische geval. Nee, nee dan dus zeg ik zeggen, kom op, uh, Jan 69. Dat is tegenwoordig, uh, wat is het Niet nieuwe, nieuwe 40. Nieuwe 40. Ja. Ja. ja, wat is nou 69? Dat is toch helemaal geen leeftijd? Ja, het is een mooie leeftijd. Maar tegenwoordig staan mensen, als gezond mogen blijven. Let wel hoor, ze staan mm. in de kracht van hun leven. Maar is dat een generatie ding? Een marchmates die graag door wil, Pauwetteman die doorgaat. Joe Biden die uh, nog een keer door wilde, hoorde ik van de week. Ja, ja. Die, na dit presidentschap ja. wil hij nog een keer. Iphonieën, Frits Spits. Wat is dat? Omdat je, je hebt een creatief beroep uh, Wat wij hebben is een creatief beroep. En in creatieve beroepen gelden er natuurlijk geen grenzen van uh, rare dingen als pensioen gaan en, en meer van dat soort dingen. Schilders en creatief, schrijvers. Het is geen geldingsdrang. Het is niet ik nee, heel graag. Nee, nee, nee. Nee, ik, nee want ik zat wordt. natuurlijk ooit zat ik in uh, Knee van de Brink met als maximum ooit die één uitzending met 1,4 miljoen uh, kijkers. Ja, ik heb dat niet onthouden, maar ja, het nee, ik, vast ik weet Ja, nee, ik weet welke. Dat was het was uh, een festival, toch? Nee, zo? het was met Maurice de Hond versus Peter de Vries over de twee van. Uh, oh, echt? De twee van Putten. Oh. Dat was ons hoogste ooit. Oh. Oh. Ja, ja, ja. 1,4 miljoen. En daarna ben ik gezakt naar wat ik nee, nu deed op, 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 op televisie op zondagochtend, naar 30, 40, 50 duizend. En ik heb bij mezelf zitten toetsen. Vind ik dat nou erg? Dat ik nu voor 40, 50.000 mensen televisie maak... versus de 1,4 miljoen max toen bij Knijp van der Brink... en ik mm -hmm. moest bij mezelf constateren, het doet me niets. Nee? Daar gaat het jou niet om? Nee, ik vind het heerlijk om voor een beperkte groep... motiverende en enthousiasmerende televisie te maken. Maar het heeft niet te maken met geen nee. afscheid kunnen nemen? Ja... Nou ja, je neemt geen afscheid. Ja, maar dat dat... Ja, nee, ja. Je denkt niet, ga gewoon het dat jaar de Toscane. Hou toch op. Maar het is het ook zo... moet je toch niet aan... Ja, een paar weken. De hemel ziet er wel zo uit. Dus <laughs> dat is het probleem. Ja. Dat, ja. Anders leven ja. wil niet ja, naar de hemel. Ja, maar wel. <laughs> de titel, ja. Nee, je bent zo gepassioneerd met je ding bezig. Zoals een schilder. Of zoals een zanger. Of zoals een weet ik wat kunstenaar. Voor ons vak, Thijs. Voor jouw vak, David. Voor mijn vak, gelden geen... Rare pensioenregels. Ja, ze maar, zijn er, maar ja, dat moet. Is het dan wel. Wat... Witte man die, die geniet toch iedere zondag van zijn. Hij is 75. Frits Spits is. 78, geloof ik, hè? Zoiets weet ik het. Maar is dat wat overheerst? De, 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 de liefde voor het vak, de passie voor het vak? Of is het ook wel de angst van dat het zwarte gat misschien wel heel leeg is? Laat ik voor mezelf spreken. Ja. Voor mij is het de passie voor het vak. En dan nog specifiek de laatste 5-6 jaar bij de EO, Het is de passie van mij. Om via het vak wat ik heb, mensen op de geloofsweg te bemoedigen. Daar gaat het mij om. Mm. Nou ja, en, en de EO die, 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 uh, die wilde geen vast beroep meer op jou doen, uh, begreep ik. We zijn nu al ietsje verder nadat jij dat nieuws ook kreeg. En wat voor effect heeft het op jou gehad? Ja, dat was half november is het bekend geworden, hè? de persbericht. Ja, maar jij wist het al eerder. Ik toch? wist het, ja hoor. De, de, het voorgenomen besluit lag er in juli. En de knap klap is gemaakt op 24 augustus ongeveer. Mm. Dat heeft mij ontzettend veel gedaan. Meer dan ik ooit had gedacht. Ja. Ja. Yeah. Ontzettend boos geweest. Ja. Nog. Ja. ja. En dus, vanwege het wat eenvoudige feit. Dat, uh, dat er een prachtig programma ligt voor de achterban. Wat heel vertroostend is. Motiverend. Pastoraal. Ik, ah, ik, vaker... nee, ik ging met die mensen pastoraal... Wil je even naar me luisteren? Ik ging met die mensen pastoraal in gesprek. Gaan we door daar, kom op. Met de bevindelijke... We hebben geen 2,5... Oh ja, toch hey, wel. De gemat... De gemat... De gematigde... Dat niet moeten beloven. Hey, ja. De gematigd bevindelijke vleugel van de EO. Ja. Nou, als de... Gematigd bevindelijke vleugel hebben we niet. gezegd. De PKN, dat zijn de mensen die uh, niet tot de grip van gemeente horen. Die nog wel de bevindelijke taal begrijpen en horen en graag willen horen. En die ook nog een band hebben met de EO, maar niet zo sterk meer. Die... Dus als iemand anders mij, en ik weet ook wel wie ik had willen hebben, in, daar in mijn plaats was gekomen, het programma's was gewoon doorgegaan. Daar heb ik gezegd, maar, jongens, ik ga juichend het bedrijf uit. Maar, maar nu verdrijnt het hele programma. Andries, je hebt. David, maar je, waarom luister je niet naar mij? Ja, ik wel. heb geluisterd. Ja, ja. ik heb heel lang ik, geluisterd. Ik Ik, ja, ik, 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 ik ja. zou het, het helemaal kunnen herhalen wat je gezegd hebt. <laughs> Letterlijk. Uh, maar jij werkt al jaren in het vak. Ik een uh, stuk minder lang, een uh, jaar of tien. En ik heb al heel vaak meegemaakt dat het programma stopt tegen je zin in. Dat zou je ook vaker hebben meegemaakt. Maar dan ben je toch niet een half jaar woedend, zoals nu bijna. Je, je, zit, je, je speelt dan toch meer mee? Ik, en dat kan me heel goed voorstellen. Dat je misschien ook, je bent misschien ook, ook gekrenkt op een of andere manier, misschien ook wel persoonlijk. Dat zou toch niet gek zijn? Dat zou toch heel menselijk zijn? Weet je, het gek is dat ik niet gekrenkt ben. Ik ben niet gekrenkt, ik ben missionair gekrenkt. Ik ben niet gekrenkt in mij persoonlijk. Ik vind het raar dat Witte Man, die, uh, Frits Spits, alle omroepen, bijna alle omroepen, eren hun. Wat moet ik van mezelf zeggen? Belangrijke prestatoren. Nou, geef geeft het Eren. En ik ben lid geworden. Ja, eerlijk zei ik. Ja. Dat heeft je heel veel gedaan, ja. Ja. Over rouwen en verlies gesproken. Ja, gaan we weer. Je bent ja. Feyenoord-fan. Hoe gaat het met je? Uh, op en neer. We maar hebben, beter. We hebben, redelijk, uh, redelijk, we hebben twaalf Europese wedstrijden gespeeld. Zelfs tegen FC Drita. Die we te nauw nood wonnen. <laughs> Albanië. Ja, dat zijn de wedstrijden. Maar ook 0-4 in Eindhoven. Ja, dat was pijnlijk. 0-4 in Eindhoven. Ik zeg het nog maar een keer. Ja. 0-4 in Eindhoven. We zijn daar Eindhoven. wel eens samen geweest. Het is prima keer, dat je dat herhaalt. Ja. Bij een bekerwedstrijd. Ja? Toen verloren wij ook volgens ja? Ja. mij. Dat was niet goed. Nee, toen verloren. Nee. Heeft Andries dat toen jou ingevreven? Nou, wij zijn, zijn samen naartoe gereden. Toe. Ja. Samen teruggereden. Dat was een lange o, terugreis. Ja, dat ik Nee, prudent gedaan. <laughs> ja, ingehouden. Ja, maar ja. 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 dan ging zo in huh? stoppen. Ja. En er, er was wel een shot van ons gemaakt terwijl we daar zaten. Dat was als je nou. Oh, dat, maar dat op, zeiden ja. Waarin lijkt jij op Feyenoord? Kijk, ik voel me thuis bij Feyenoord. Het rare ook dat als ik mijn volgers zie, als ik wel eens een tweet maak die veel reacties oproept. Dan zie ik er relatief veel fijn uit. <laughs> ja? Het ja, ja. dus is een bepaald slagment. mensen. Het is een bepaald slag mensen. Ja. En dan voel ik me ook thuis. Dat zijn oh. ook de mensen van de Ablasse Waard. De, die gemeente die ik noemde van burgemeester Zegers daar. In Monarchaaf, ja, Bessersgraaf. In uh, Zuid-Holland. Uh, ik preek veel in het land van Heusden en Altena. Vraag me niet waarom. Maar ik kom er. <laughs> dat is ook een maar predestinaat. Dit altijd, dit altijd hadden ze, hadden ze ja. daar televisiestudio's? Ja. Ja. Misschien dat ze daar mee te maken. Ja. ja. Nou, waarom? Maar, je denkt de harde werker of Waarom? Zo? Gewoon harde werker. Gewoon ja. doen. Geen fratsen, uh, niet ervoor lullen, gaan. Maar, niet lullen met poetsen. Je hebt ja, maar... ook iemand met een beetje, beetje, die... beetje bravoer, toch? Als jij Zeker. ergens binnenkomt, dat vind ik meer een beetje. Ik moet uitkijken dat wat ik zeg. Ik ja. zit hier met een Feyenoord en een PSV, maar dat vind ik meer een beetje Ajax achter. Nee, maar er komt. Maar ik heb twee van mijn kinderen wonen in Amsterdam. Dus iets van die houtaine houding van die Amsterdammers. En een beetje van dat bravoure heb je daardoor gekregen. Heb ik daardoor gekregen. Ja, je kinderen eigenlijk. Ja, ja Amsterdam. Mooi. Ik heb uh, mij maar laten vertellen dat. Het dat land je... van Heus en Altena is voor mij heerlijk. Als ik daar die polder binnen rijd, al die plekken, daar preek ik dan. En dan zie ik al die kerkjes staan, vind ik prachtig. Tot gewoon mensen, hè? Gewone mensen. Of het land van, uh, wat was het? Uh, Altena. Altena. Altena, ja. ja. Van Huis en Altena. Je was vroeger keeper, heb ik me laten vertellen. Zeker. En keepers zijn vaak een beetje buitenbeentjes, natuurlijk. Ja, denk ben dat. jij ook ten diepste een buitenbeentje? Ietsje. Ja? Maar nee, maar ik. ik, ik ik ga graag in het gareel als dat voor de missie nodig is. Dus ik heb als directeur 13 jaar lang hier keurig in het gareel gelopen. Dat wilde ik ook, dat was mijn verantwoordelijkheid. Maar dat kost je moeite. En af en toe voelde ik het dan wat, ja. ja. Ik was een keeper op twee derde van de lijn. Mijn, wat weet, Thijs, die lacht er altijd om, maar het is namelijk zo. Um, ik sta op twee derde, want ik val heel veel beter naar links. Ja, ja, dat zei je. Ja. Ja, ja, ja. Dus elke aanvaller denkt, oh mooi, de vrije hoek. Nee, ja, precies. En dat is niet zo. Want ze weten dat als ik naar links val, dat ik een veel mooier reach heb dan dat ik naar rechts val. Naar recht. Ik kan niet goed naar rechts vallen. En je kan net even wat sierlijker, natuurlijk, zo'n duik. Een duik maken. Ook... Maar dat was ook bij Knijp van de Ik zat links van jou, want dat was jouw vrouwelijke dus mijn kant. Vrouwelijke kant. Ja, dat hoorlijk voor het eerst. Vrouwelijke maar kant. Is dat dezelfde kant waar je dan niet naartoe valt of waar je wel naartoe valt? Nee, wel, wel. Valt? Dus, dus ik... valt naar je vrouwelijke Hij, kant. Er zit hier, zit ontzettend veel gevoel, ook vrouwelijk gevoel. Hier. <laughs> Je zegt het nu alsof dat een bekend fenomeen is. Hij wist het. Nou, het? Ja. Ja, nee, nee, ja. nee, daarom zat ik links. Ik heb, uh, ik heb hier en ben ik ook de les van mijn carrière links. Ik zit door altijd links, maar dat is omdat hij een vrouwelijke kant heeft. Maar definieer vrouwelijk gevoel. Wat, wat? Er zit in mijn lichaam hier heel veel meer. Zo'n veel... nou, nee, ja. heel slecht nachtprogramma op televisie. Nee, ja, ik ben heel benieuwd, ik hoor dit voor het eerst, Terwijl, ja, het lijkt nu alsof jij hierdoor overvallen wordt, maar <laughs> ik, ik ben benieuwd wat dat fenomeen inhoudt, een vrouwelijk gevoel in je lichaam. Dat qua, echt qua gevoel, ik, in dit deze deel van mijn lichaam er veel meer gevoel is, ook wat meer vrouwelijk gevoel, hier zit minder gevoel in, dit is ook wat meer mannelijk, ja. dus ik wilde... Ja, Thijs kan het niet meer Dit is van mij, al die jaren op tv Heb je dit nog nooit meegemaakt ja. Thijs gaat één keer op YouTube en er komt gelijk niet meer bij Ze slappen dit? Dat wel bijzonder zijn Nou dan Thijs altijd links van mij ja, maar ik, ik, wil, ik wil weten, wat, Thijs, wat gebeurt er? Ik, ik had met Thijs een relatie als hij links van mij zat. Althans, een beetje. Maar hoe <laughs> hoe? En als hij rechts van mij zat, gebeurde er niks. Maar hoe merk ik of dit vrouwelijk of mannelijk is? Ja, ik zal je daar een cursus in geven, <laughs> ja. denk ik. Ja. Ja. Wat gebeurt er dan? Iets met mijn arm? Als het goed is, wel. Ga door, David. Ga door. Ik vind het een belangrijk punt. Nee, ja, ik, ja, ik, zou, hier nog, ik zou je nog heel <laughs> lang over door willen vragen. Maar dit, uh, we, moeten, we moeten nog meer bespreken. Zeker. Worden jullie kampioen? Nee, dat wordt geen kampioen. Waarom niet? De club uit Amsterdam wordt het. Vind je? Ja, want het grote verval uh, van Feyenoord, jaarlijkse verval, is al ingetreden inmiddels. Oh. Wordt in januari alleen maar erg. Je hebt een nieuwe trainer. Dat is een goeie. Goed ventje. Goed ventje. Arne Slot. Arne, Slot. Ja. Ja. Arne Slot. Die gaat dat tijd niet keren. Uh, hij zou de eerste trainer zijn in 20 jaar die in, in januari, februari dan wel goede resultaten zou halen. Ja. Ik Hij heeft wel een goed team trouwens hoor. Maar ik verwacht, ik verwacht dat die club, waarvan we de naam nooit zo uitspreken in Amsterdam, dat die toch wel weer kampioen ja. ja, En dat wij vechten, Thijs en ik. Wij ik gaan zeg vechten. Het maar hardop voor de Wij voor gaan de vechten de om plek 2, hoop ik. Maximaal. En wij doen gewoon mee om plek 1. Dus wat jij gaat doen, doen met je tweede plek moet je zelf weten. We Europa hebben gepresenteer, gepresenteerd. Wij naar de Champions League, dat niks. Ja, nee. Maar dat terzijde. Ja. We doen, de kop is eraf. De, de kop is eraf. We gaan een paar dilemma's doen. Ja. <laughs> <laughs> <Mooi> <laughs> um, je geloof, overtuigd of aangevochten? Aangevochten. Breken of twitteren? Nog een keer. Breken of twitteren? Breken. AstraZeneca of Janssen? Pfizer. Toch? <laughs> ja. Nee, je moet kiezen tussen AstraZeneca of Janssen. Die vrouwelijke kant. Heb je een booster gehad gisteren? Nee, ik krijg geen booster. Oh, omdat je dat heel vaak gehad hebt? Nee. De ziekte? Ja, heel raar. Heel raar. Um, ik heb dus één keer een prik gehad op Pfizer... De tweede kreeg ik niet omdat ik macht gehad, de ziekte. Ja? Ik wilde nu de booster gaan vragen. Nee, u krijgt geen booster. Want u bent maar één keer geprikt. Dus u krijgt de tweede Pfizer prik. Ik heb geen booster gehad. Oh, maar ik krijg oh. wel een prik. Ik heb wel een prik. Oh. Maar mijn vraag is nu, nu: Van Dissel heeft gezegd dat die prik allemaal niet helpen, maar alleen de booster nog. Ja, maar dit, dit, Allah, is, dit is gewoon toch semantisch feld, toch? Het is gewoon jou, jouw graag. Ga ja, ja, naar nou, Janssen, Want Jans is een leidsbedrijf. Het is veel te lang voor die dilemma's, trouwens. <laughs> een soort virusfeiten. Janssen werkt zo echt door. voor geen meter, maar spuit je er lekker de, mee vol. Jans komt uit Leiden. Rolling Stones of de Beatles? Uh, ik speel de uh, Beatles. Fortuin of Baudet? Fortuin. Jezus is de enige weg, of doe dat ding uit. <laughs> ik zeg dat goed. De mensen zeggen de titel verkeerd. Uh, dat was niet zo'n sterk boekje. Jezus is de enige weg. Echt niet? Oh. Het eerste boek was beter, het tweede was een vluggetje. Daar heb je het land mee doorgetrokken. Nee, 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 je nee, hebt overal lezingen wereld, gegeven door het hele land. De dat de mensen de televisie weg moesten doen als directeur van een televisieomroep. Ik was geen directeur, maar dat was de wereld in huis. Ah, oké. Excuus. Doe dat ding uit, was een vluggetje. Oké. Okay. Bijbelezen of bidden? Bijbelezen. lezen. Tramconducteur of tegelzetter? Ja, joh, een grote roeping. Ja, dat was echt jouw droom? Tegelzetter worden, ja. Okay. Iedereen wilde dat in de klas. Nou, dan, ja. Misschien iets om nu te gaan doen? Nou ja, het zou een hobby kunnen worden, ja, ja. tegelzetter. Ja. Paulus of Johannes? Johannes. Um, Laten we het ook een beetje hebben over, over, nou ja, je familie. Lijkt me ook interessant. Jouw vader was ambtenaar. Mm -hmm. Jij bent natuurlijk beroemd geworden. Je dochter ook. Wat zou hij ervan hebben gevonden? Twee, uh, nou ja, een beroemd... Kind en een beroemd kleinkind? Mijn vader was een buitengewoon bescheiden man. Uh, die ook mij zeer heeft afgeraden om dominee te worden hè, na mijn bekering. Want dominees, dat waren zulke heilige, hoge mensen. Dat, uh, dus doe nou maar gewoon. Ja? Ik kom uit een ambtenarengeslacht waarbij mijn ooms en tantes een beetje allemaal uh, ambtenaar waren. Dus ik was voorbestemd om gewoon ambtenaar te worden. Namelijk, mijn grootvader was ambtenaar. Zekerheid, jongen. Gewoon hmm. zekerheid. Vaste baan. Vaste baan, waarde vast, waarde vast pensioen, toen nog. Dus doe dat nou maar. Dus mijn vader zou. Um, maar mijn vader heeft het wel meegemaakt. Uh, de eerste jaren van mij nog. Dus, en daar was hij best trots op. Ja, was hij wel trots? op? Ja, was hij wel trots. Sprak hij dat ook uit? Nee, mijn vader was iemand die dat allemaal een beetje voor zich hield. Ja? Ik had een wat gesloten vader en een uitbundige moeder. Hmm. Dus. Um, en, 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 en wat heeft je vader dan voor jou betekend? Is dat dan iets wat jij dan misschien. Je hebt het zelf tamelijk uitgesproken. Is ja. dat dan iets wat je misschien gemist hebt? Nee, ik heb een hele fijne opvoeding gehad. Um, in, een zin, in een gezin met, met ziekte. Uh, en een vader die altijd overal over nadacht. Hij zei niet zoveel. Hij las, hij deed alles dan lezen. En hij was zo bescheiden. dat Als je aan hem vroeg, dan kwamen er mensen en zat hij in zijn rolstoel. En kwamen mensen bij hem en zeiden: nou, Hoe is het nou met je? Hmm. En zei hij: Dank u wel. Dan zei hij niet eens: Het gaat slecht of goed. Hij zei dank u wel. Hij was zo bescheiden. Dat bedankt voor de vraag. Bedankt voor de vraag. Ja, ja. Zo was hij. Ja. Mis je ja, ja. Ik heb natuurlijk ook ik heb hem op mijn rug gehad. Hè? Ik heb hem getild. Letterlijk? Letterlijk. Ja. Ik heb mijn vader de trap op naar boven getild. En op andere plekken heb ik hem getild. Ik heb hem in mijn handen gehouden. Uh, dat is voor een vader wat overigens als, ja. als door je zoon en later mijn broer erbij ook nog. Tilend. Nee. Sjouwend. Met je vader moet rondgaan. Dus daar mis ik hem heel erg in. Ja, maar ja. aan de andere kant, die MS is progressief hè? Dus hij kon niks meer. Hij kon geen vingerkootje meer bewegen. Hij kon helemaal niets meer. Hij kon niet meer praten. Dus dat je dan de uh, Poor Man's Disease krijgt, hè, dat is longsteking. Uh, mensen die dodelijk ziek zijn en niet doodgaan, als die longsteken krijgen, mm. in een verlamde fase. Dus toen hij uiteindelijk zijn longsteking kreeg. Toen dacht ik wel natuurlijk, het is goed dat hij gaat. Want mm. het is geen leven als je niks meer kunt bewegen. Ja. Niks meer. Lijk je in enig opzicht ja. op hem? Ik, in, ik lijk niet in uh, mijn door David wat uh, geprononceerd gebrachte uitbundigheid. Nou, die herkende ik ook helemaal niet. Nee, nee, nee ik, dat, uh, ik, waar ik dat vandaan haal. Ja, nee. ja. Ik lijk wel op hem uh, in het feit dat hij, wil al, hij wilde alles doordenken. En dat, mm. wil, ik, dat wil ik natuurlijk graag ook. Ja, en ik lijk fysiek ook wel op hem. En op wat voor momenten mis je hem het meest? Ja, dan niet meer dus iedere dag. Als je denkt ik zou dat nog aan mijn vader willen vertellen, dat is dat is nu te lang geleden. Maar ik mis hem wel op de hoogtijdagen, hmm. omdat wij we waren family, ja. we waren gezin, we waren extended family ook. Er kwamen veel mensen bij ons thuis. Er werd altijd gedebatteerd, schepen, gematigd SGP gezien. Maar dan vooral deed je vader daar aan mee? Ja, debatteren. Ja, oké, okay. dat Toen wel. Die, ja. Toen die nog comparater. Ja. Hey, en je ja. moeder? Ik, ik weet dat je haar altijd belde na knevelder van de brink. Ging je altijd vrij snel weg, nadat nou, je je gasten even gegroet had en dan ging je, je moeder bellen. Zeker. Elke, elke uitzending? Ja, vrijwel elke uitzending, oh, okay. denk ik. Ja. Had ze nog gekeken trouwens? Dan had ze gekeken. Ja ja ja, 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 En dan kreeg ik, dan kreeg ik te horen wat ze er vond. Ja? ja, ja, gewoon recht voor de kop zeggen of komt ja. dat? Hey, ja. ja. Wat voor dingen, wat voor soort dingen zei ze dan? Nee, als ik weer te druk was geweest bijvoorbeeld, of uh, als jij wat zag gaat kijken, ook. Ik zat ook wel kritiek op jou. Niet, ja, dat, dat, niet alleen op mij. Wacht jij dat dan ook weer over? Nee, meestal niet. <laughs> nee. Nee. <laughs> Ik bel daar, ja, ik bel daar iedere dag ook uh, overdag. Wow. Ja, om nu of drie, vier, dan, ging na, dan gingen we naar de studio en ja. belde ik ook even, wie, wie heb je nu? Ah, ja. Hmm. Dus ik bezocht haar, uh, ik, en ik bezocht haar, dus uh, bij die de dag ook wel. En vond ze je een goede interviewer? Ik geloof niet dat ik die vraag ooit gesteld heb. <laughs> <laughs> maar zei ze wel eens, uh, wat een mooi interview, of wat een mooi gesprek? Of, uh... Ja, gesprek. Interview is het woord dat niet viel. Okay. Ja, mooi gesprek. Nee, ze vond het leuk dat ik er zat. Of ze nou echt vond dat ik het goed deed. Ja, ze vond dat ik het goed deed, maar niet als of ik een goede interviewer was. Misschien was ik veel beter een goede entertainer. Oh ja? Ik noem maar wat. <laughs> ja, ja. Nee, maar dat lijkt me niet dat zij dat vond. Dat, dat zij dat belangrijk vond. Dat je goed Dat vond ze. Nou, zei Marije, lijkt ook wel een beetje op haar. Je dochter? Uh, mijn dochter. Ja, iets van dat. Ja, dat had ze ook wel hoor. Ja. Uh. Wat heeft zij voor je betekend? Kan je dat onder woorden brengen? Ja, twee, twee kruispunten van het leven heeft zij de, de, de stoot gegeven. Dat was, ik was van school gestuurd hier in Hilversum. 16, 17. Ja, voor de zoveelste keer. En ik mocht niet meer terug op school komen. En toen heeft mijn moeder heeft een soort pleidooi gehouden, zoals Monica voor Augustine. <laughs> toen zei de rector op. Een Monica gegeven... is de moeder van Augustine. Ja, ja, toen zei de rector op een gegeven moment, ja, een, 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 een zoon van zo'n moeder. Die laat ik nog één keer toe. En toen dacht ik, ja, dit is het wel. Ja. Wat had jij gedaan dan? Waarom werd je steeds op school gestuurd? Ik heb een keer een staking georganiseerd. Toen Feyenoord smiddags tegen AC Milan moest voetballen. <laughs> en toen wilde Feyenoord, je kijken? Hele goede reden. Feyenoord had de uitwedstrijd met 1-0 verloren. Door scheidsrechter Lobello. Die stond in de baan van het schot. Uh, toen Eddie PG... Dus, uh, huh? dus het was heel onrechtvaardig. Ja. Eddie PG kon die bal niet zien. En... Uh, en en jij wilde echt dat jullie vrij waren om die wedstrijd te en kunnen de, zien? De, en, en, ja, en hij werd smiddags gespeeld. Ja, en dan moest je, vond jij echt dat je jouw klas recht had? Ik vond dat de hele school recht had op vrijheid. <laughs> Oké. Okay. Ik vond ook dat... En dus ik heb ik een staking georganiseerd. Staking? Dat halve school niet meer op school kwam, maar... Het heeft, een voetbalwedstrijd, was toen een heel boel hè. Dat, ik bedoel, er was één keer in de drie weken een voetbalwedstrijd. Het, het is nu altijd. Nu is het altijd, maar toen was een voet, daar leefde je weken mm, naartoe. Oké. Okay. Echt weken. Dus heb ik een staking georganiseerd, dat halve school ging naar huis. En je moeder heeft toen gezegd dat uh, deze jongen moet nog een keer terug heeft? Nee, die... nee, dit was de eerste keer. Het tweede moment heb ik iemand, een jongen, um, hoe heet zoiets, um, in elkaar geslagen. Hoe <laughs> heet zoiets? Was dat toen je Rietje ging veroveren? Nee, dat was weer een andere jongen. <laughs> oh. Ook in elkaar geslagen. Nee, nee, ja, cool. Hij heeft, hij heeft uh, mogen we dat vertellen? Uh, je, je hebt Rietje echt afgepakt van iemand anders, toch? Uh, Rietje stond, denk ik, op het punt om te denken dat hij het toch niet was. En toen kwam ik gelijk zo voorbij. <laughs> toen, toen dacht Rietje: ik ga haar, haar redder in nood eigenlijk. Nee, ze ja. zag mij toen dacht ze: zo. Als dat ook beschikbaar is. Ja, <laughs> dan is het wel duidelijk. Ja. Dus mijn moeder heeft een kruispunt daar hoor. Want dat was echt: we maken nu grappen. En de tweede was uh, ook een kruispunt. Toen na mijn bekering ik uh, heel erg zat te dubbel: wat moet ik nu doen? Moet ik nou theologie gaan doen en, of economie? Ja. En ik had HBSB, dus ik moest mijn klassieke talen nog doen. Grieks en Latijn. Mijn vader zei, dominee worden, nou, hè, dat is de heilig. En mijn moeder zei, ga ervoor. Mm, ga ervoor. Theologie. Theologie. Ja. En ik regel nog even bijles uh, Grieks en Latijn, zodat je nog in het lopende jaar Grieks en Latijn kan vallen. Klassieke talen, had ze geregeld. Mijn moeder was iemand die zei, we maar, doen het. Maar was dat missionair gedreven bij haar? mijn zoon die het even gaat nee, nee 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 dat was echt van uh, als jij zo'n keuze hebt gemaakt uh, ja ja oké okay. dan steun ik je ja ja nee, dat was niet zo visionair gedreven nee niet niet maar uh, niet echt nee. Nee. maar belangrijke rol is in jouw leven mijn moeder ontzettend ja. ontzettend belangrijke rol ja ja, ja. En, en jouw vrouw Rietje als ik, ja dat is een on onmogelijke vraag, Onmogelijk maar, vraag maar toch wat betekent ze voor je ja, dat is veel hoor. Die dacht dus op een gegeven moment na mijn bekering: dacht oeps, ik moet vrouw van de dominee worden. Oh, je had al verkering voor met haar? Ja, ja. Ah, Oké, okay. ja. ja. Zij heeft gewoon verkering gekregen met de goddeloze André Snevel. Zeker. ze okay. heeft... ja. En die werd toen dood. Ja, ja, die dacht, wat oh, is dit? Even moord Die dacht, nou, nou word ik de vrouw van de dominee. Wat ze niet wilde, is dat de vrouw van de dominee moet worden. Nou ja, op die leeftijd. Maar goed, dat heeft ze wel geaccepteerd. Ja, Rietjes, voor mij, ja, ik ben we zijn. Maar is niet... ze dan ook, ook bekeerd? Ook? Nee, ze was al bekeerd. Ah, oh, oké. Okay. Ja. ja, dit klinkt. <laughs> ja. Dit klinkt wel. <laughs> zij was gewoon een gelovige meisje, zo moet je het zeggen. Ja, ja. en ze had geen subiete conversie al meegemaakt, geen plotselinge bekering. Ze was gewoon in het verbond op. Jij was een project zei, van haar om ook bekeerd te raken? Nee, zij heeft nooit geprobeerd mij. Okay. Uh, nee, nee, nee. Ze dacht: kom, voor. <laughs> bij hem. Um, nee, maar we zijn niet 47 jaar getrouwd. Uh, het is echt geweldig. Het, is echt ge het huwelijk is zo ontzettend. Ik ben nu alweer blij dat ik zo meteen naar de toe kan rijden. Ik vind dat Wat heerlijk. Is dat? Wat is dat na 47 jaar? Ik, heb, uh, ik zeg tegen, tegen Rietje, zeg ik steeds, we gaan nu ik toch hier weg ben, we gaan huwelijkscursussen uh, geven. En dan zegt ze, oh leuk. Als het maar uit je hoofd laat. Oh, dat wil ze niet. Ja, okay. Dat wil ze niet. Nee. nee, maar het feit dat ik nu alweer denk, wat is het heerlijk om zo meteen een rietje te rijden. Na 47 jaar. Is ze leuk, is ze, ze is grappig, ze is, is ze lief? Ze is, leuk, ze is leuk, ze is grappig, ze is scherp, ze is kunstzinnig, maar daar heb ik natuurlijk helemaal niet om getrouwd. Dat heeft ze pas later ontwikkeld. Mm. Ze is betrokken op andere mensen. Wat is haar scherpste kritiek op jou? Um, dat, ik, uh, dat ik af en toe uh, um, uh, dingen zeg of twitter uh, die ik beter niet had kunnen zeggen of twitteren. Dus ik, we hebben nu de regel dat bij tweets die echt niet een leuke... Moet je eerst laten lezen. Was hij veto'er nog? Dan moet hij Doe dit maar niet, anders. Ja. Ja. Eerst laten lezen, ja. Ja? ja. Oké. Okay. Ja. En dat is verstandig. Ja, want haalt ze er veel uit? Ik heb, ik ben, ik heb een impuls natuurlijk. Ja. Ja. Kunnen wij toegang krijgen tot die tweets? <laughs> de, <laughs> de, de nooit gepubliceerde <laughs> ja. tweets, van zal het Oh, mooi zijn. Nee, het is een geweldige vrouw, echt. echt. En we hebben, ja, we hebben een intense relatie, uh, dag in, dag uit. Ja. Eigenlijk. Ja, Prachtig. Nooit, geen ruzie. Nooit en, saai. Nooit saai. Nooit, nooit ruzie? Nooit ruzie. Dat lijkt me nooit, saai. Nooit, nooit, nee. maar niet. Je kan niet met jou samenleven en nooit ruzie hebben. Dat bestaat niet. Nou, dan moet je haar prijzen. Dan moet je haar oh, prijzen. Geen... Dat jij nou met Andries kan samenwonen zonder ruzie. Maar ik ben namelijk een vreedzaam mens. Ja, maar je hebt wel conflicten met mensen om je heen. Ik spreek uit ervaring. Het is leuk om met jou conflicten te hebben, vind ik. Maar ze zijn er wel. Weinige. Weinige. David, heb jij ooit met mij een conflict gehad? Nee, maar jij was gewoon zijn baas. David, ben je baas niet? ik ben je baas niet meer. Nee, ik kan geen, uh, geen conflicten in. Heb je nooit dan. ruzie gehad? En oh, dan ligt het schaar naar mij. Misschien heb je. Ja, pick, he, pick, he, he. Pick uh, kijk, ja jullie zaten natuurlijk uh, als, als twee uh, apen op de apenrots Aha. van Knevelen van de Brink. Neem we dit? Eén aap en een, gewoon een. Bokito. apen. Ja, lief, en een lief beestje. En dan, jullie wilden allebei iets verschillends in het programma. Maar daar komen, denk ik, nog wel over te spreken. Hè? Ik begin het best leuk te vinden. <laughs> ja, echt. <begin je> <laughs> ja. ja. Is dat een goed teken? Nou, ik denk het wel. J jij, Rietje, zijn ook ouders van drie kinderen? Heb je die heel bewust ook christelijk met het geloof opgevoed? Christus school, zondagsschool, Bijbelverhalen, um, voorleven heel erg voorleven. Die ja? fase hadden zaten wij inmiddels dus al. Ja, voor voorleven. Ja, doe wibbers. je dat voorleven? Hoe doe je dat? Ja, hoe je dat doet? Nou, dat, door dat alle, door heel erg in de praktijk te brengen, zonder dat dat zo'n soort kramp wordt, uh, dat het Evangelie iets te maken heeft met uh, zorg voor anderen. Hm. Um, uh, Rietje sponsort zeven oude, oude, oude mensen in, in, in Oekraïne, en Moldavië. Nou, ja. die zeven oude mensen die, uh, die hangen een klein beetje in, in het hoekje. We, en we doen heel veel aan. Uh, maar dat ga ik niet allemaal uitleggen, natuurlijk, nu. Nee, we, nee dat hoeft niet. Nee, maar we, we doen nogal wat. Ja. En we proberen dus het geloof ik vorm te geven in ons dagelijks handelen. Uh, en we hopen dat. Nee, we hopen niet. En de kinderen, En inmiddels kleinkinderen, zien dat. Ja. Is, is het moeilijk om, om, om kinderen christelijk op te voeden? In deze tijd misschien? Heiden is moeilijk. Ja? Wat maakt dat zo moeilijk dan? Omdat je kan ze ontzettend veel meegeven. Eh, op een goede manier. En je doet het ook op een slechte manier. Uh, dus je faalt in, uh, in het doorgeven van het Evangelie. En dan opeens dan zie je dat ze in een, met name in een peer group kunnen komen. Mm -hmm. Waardoor opeens als datgene wat je hebt meegegeven hebt, dat het zomaar weer. ...verdwijnt. Ik ben daarom ook een heel groot voorstander... ...van een strenge verzuiling van het christelijk geloof. We moeten ons gaan, weer gaan herzuilen. Zodat je die kinderen... ...een beetje Wij kan beschermen de kinderen, van de boze buitenwereld. Dat is dan eigenlijk... It takes a city... ...to raise a child. Ja. Echt. En in deze cultuur... Uh, en mijn kinderen zijn niet eens opgegroeid nog in de, in de Google-laptop-cultuur. Uh, Smartphone-cultuur. Nog niet, dat nee. nog niet. Nee. Maar in deze cultuur vind ik het voor kinderen en hun ouders onvoorstelbaar moeilijk om hun kinderen een christelijke opvoeding te geven. Nou, niet maar... om die opvoeding te geven, maar wel om ervoor te zorgen dat ze dat ook als het ware verinternaliseren. Ver, ver maar heeft dat ook niet iets... iets, iets... Engst of iets nauws om, om dan die kinderen maar zo, nee, zo beschermd ik, in een nee, zeil op te voeden en dan komen nee, ze een keer buiten die zeil nee, en dan komen ze de boze de gemeente, buitenwereld terecht. Nee, en dan ik vind dat de geneesmiddelen gemeente en de Refatorische scholen het heel goed hebben gezien. Ik ben jaloers op de Refatorische scholen. Niet op de vrijgemaakte. Je, je hebt de je, luiken had... zo open gegooid dat iedereen ook. Die kunnen de vrijgemaakte uh, in de zak steken, maar jij zou je kinderen ook graag zo verzeld. Ik heb mijn kinderen op een Refatorische school aangemeld. Maar helaas, je had televisie thuis, dus je werd niet aangenomen. <laughs> ja, ik werd <ben> niet aangenomen. <laughs> Daar kwam het op neer. Lach je daarom? Dus hij is ja. erg. Ik, ja, vond ik erg. Ja, vind je dat erg? Ja, vind ik erg. Ik bedoel, ik, ja, ik vind een refatorisch school... Ik, ik ben nu van plan om af en toe zijn een artikel in het RD te schrijven. Want in het RD, het dagblad, zie je nu af en toe ook een schrijver die zegt: we moeten eigenlijk de wereld in. En dan denk ik: hou toch op, scheid eruit. Ja? We moeten. Hij heeft geschreven, pas ergens, maar hij moet zeggen, als ik het goed citeer hoor, maar het raakte mij wel. Nou, raken. Ik... In ieder geval meer dan het erelidmaatschap van de Evangelische Omroep. Dat ja, in ieder geval. Ja. Ja. Ook niet zo moeilijk, maar. Nee, precies. Als je nou kwantitatief kijkt, kwantitatief kijkt, het Koninkrijk van God is niet kwantitatief. Maar toch, het aantal mensen wat je in de kerk kunt houden, door die zaal een beetje dicht te houden, versus op het moment dat je een open. Uh, gemeenschap hebt of een open zuil hebt en een aantal mensen bekeerd daarin komt, maar, er, worden, er komen geen mensen meer tot geloof bijna. Maar dat uh, dus hou je zuil dicht. Maar dat is misschien ook een beetje. Zegt iets anders. Ik zei zorg dat je je verdediging op orde hebt, maar het klopt wel ongeveer wat je ja, zegt. Ja. Ja. Maar zouden je, je kinderen dat fijn hebben gevonden? Als jij als het wel gelukt was om ze zo beschermd in een zuil op te voeden, misschien denk jij van eigenlijk is dat een hele goede opvoeding, want dan blijven ze gemiddeld vaker bij het geloof. Ja, ja. Maar ja, misschien. Zouden die kinderen dat dan niet fijn hebben gevonden? Uh, ze zijn naar verschillende scholen. We zijn begonnen met eentje op de vrijgemaakte school. Uh, de tweede ging naar Algemeen Christelijke School. En de derde naar de Katholieke School. Dus uh, dat, dat, dat zakte dus totaal in elkaar. Mm. Maar het was allemaal omdat we in een dorp woonden waar geen refectorische school was. Ik was graag naar een dorp verhuisd of de omgeving van een dorp. Nijkerk, Amersfoort. Met een refectorische school. Ja. Hou je zuil. Houd je zuil vast. We leven in zo'n ongelooflijk aangrijpende cultuur wat beïnvloeden van kinderen. Maar vind je dan dat het met jouw kinderen niet goed gegaan is? Uh, nou, ik had, uh, ik praat niet over mijn kinderen, dat, dat weet je. Dus nee, dat respecteren we. Hebben dus ze me twintig jaar geleden uh, gevraagd uh, en dus ze zitten uh, verschillend op de zoekweg van, op de, de, ze zitten verschillend in een zoektocht op het, over het ja. geloof. Ja. En we praten erover, we spreken erover, maar het is heel, ja, heel verschillendje. Ja. Ja. Maar mijn vraag is eigenlijk: verwijt jij jezelf daar iets in? Ja. Dat, nou, dat, dat je had moeten verhuizen naar Ermelo. Ik had naar Nijkerk moeten verhuizen of naar Amersfoort. Daar heb je een bakketbakkerij-knevel. Daarom, nou, dat was alleen al de reden om ja, het te een gaan. een mooie aansluiting. Ja, Misschien dat je daar dan ook wel moeten gaan werken. Want als het niet te verenigen is met vanuit Nijkerk de TV-werken. Vanuit Nijkerk kan je echt heel veel bereik hoor. Collega hey, De Boer heeft er. Het is uh, ja. moeilijk om op een reformatorische school je kinderen daar uh, te krijgen als je zelf voor de televisie. Ja, precies. Werkt. Hey, ja. precies. Dus ja. dan had je dat misschien wel op moeten geven. En dat is een flinke offer. Nou, je zit me aan te kijken met hele grote ogen van zo, hé, hey, dat is even een punt van mij. Uh, nee, nee, wat doe je ermee? Uh, grote ja. ogen vanuit nieuwsgierigheid. Dan nou, Is dat een offer wat je zou brengen dan? Met de kennis van nu? Gaat hij nou zijn hele televisiecarrière opofferen voor zijn kinderen? Is dat wat jij vraagt? Ja, ik denk het wel. Dit is een spannende vraag. Ik luister naar het antwoord. Ik denk het wel. Ja? Met de kennis van nu, hè? Ja. Nu ik terugkijk. Jij had geen. Jij had niet bij de L moeten gaan werken. Jij had econoom moeten worden, ambtenaar moeten worden Zodat bij de gemeente Nijkerk. Kinderen naar een reformatorische school konden eigenlijk. Ja. Okay. Stel, jij zou een geloofsbiografie over jouw leven tot nu toe schrijven. Welke titel zou je het dan meegeven? Nochtans? Nogthans. Nogthans. Ja. Of en toch. Dat klinkt alsof je er al over nagedacht hebt ik... en hem aan het schrijven <laughs> bent op nog, hij is bijna klaar. Hij komt ja. volgende week uit. <laughs> ja. Nochtans. Ja, dat is een beetje ouderwets. Hoor ja. Hervormd. Het is een hervormd woord. Hervormde Dominus gebruiken we dat veel. Oké. Okay. Maar jij bent niet hervormd. Ik ben niet hervormd. Al. Ja. ja. Dus voor jou christelijk geformeerd. Jou. net als jij. Ja, maar die dan hangt het af welke vleugel je behoort. Dat laat ik zitten. En ja. toch. En toch, maar, ja, maar... geloven. Ah, oké. Okay. En toch. Ja. Dus ondanks alles. Nochtans. En wat is dan die alles? Alles wat eraan vragen vanuit de cultuur, vanuit de wetenschap, vanuit je eigen hart, vanuit de bestrijding door de duivel, vanuit alles wat er op een mens in anno 2021, maar ook al eerder afkomt. En dan toch zeggen: en toch geloven. Maar bij de dilemma zei je net ook dat aangevochten, ja. dat dat wel voor jou jouw geloof tekent. Ja, dus dat zo jij je biografie ziet. Jouw geloofsleven tot nu toe is vooral een aangevochten. Geloof. Dat, dat fluctueert wat, hè? Er zijn natuurlijk ook fases van, en dat heeft iedereen, denk ik, van een kinderlijk hartelijk vertrouwen en dat de vragen van hoofd en hart weer wat, wat op de achtergrond verdwijnen. En dan komen de vragen van hoofd en hart, van de sorens en de sorenszorg en de van het leven, die komen weer uh, op je af en die probeer je weer te doordenken ja. door de dingen die in je leven gebeuren, de dingen die in de wereld gebeuren, door de boeken die je leest. Dus voor mij, is, voor mij is dat ook wel geloven. Maar dat Kijk, is ook wel een beetje zwaar, toch? seculiere. Ja, maar geloven is ook heel zwaar. Als je dat in een seculiere context zegt, dan roepen ze meteen: Oh, u twijfelt. En nee, nee. Maar wij moeten niet het idee geven als christenen, we hebben veel te de, de, veel gedaan in het verleden, dat geloven altijd maar op de toppen van je geloof juichen is. Afhankelijk van de traditie waarin je leeft trouwens. Ja, okay. Geloven kan een aangevochten. En dat is, dat is een spannender geloof. Voor, mij. Voor hm? mij. Een spannender geloof dan een, dat bedoelt, kabbelend. Den, ja, dat bedoelt niet denigrerend hoor, dan een in mijn ogen wat kabbelend geloof waarbij de grote vragen van het leven en uit de filosofie geen rol spelen of uit de maar, wetenschap. Wat is jouw grootste aanvechting dan? Het lijden. Ik ben wat dat betreft hartstikke cliché. Uh, want als je mensen ondervraagt over, uh, over wat de grootste aanvechting is, dan komt altijd het lijden. Hè? Dus daar ben ik een heel normaal mannetje in. Maar het leidt het lijden tot de vraag, doet God dit of bestaat hij eigenlijk wel? Beide. Welke is sterker? Um, dat wisselt. Um, ik was in Auschwitz twee jaar geleden. Daar moet je ook geen cliché van maken hoor. En dan loop je daar over die grote vlakte en dan weet je wat daar allemaal gebeurd is. Ik lees veel over Auschwitz. <coughs> En dan, dan ervaar je daar de stilte van God. Want hij greep niet in. Ja, de stilte of de afwezigheid. Precies. Ja. Ja, de stilte van God. En die stilte van God kan leiden tot een gevoel van de afwezigheid van God. Ja. Beide. Ja. En die heb ik dan daarbij. Ja, ik. Wie ben ik? Ik loop er als een weldoorvoerde jongen. Loop ik daar over Auschwitz. Dus dat is, is wierd. Maar je probeert je in te leven in datgene wat daar gebeurd is. Op die plekken. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat daar heel veel mensen, Joodse mensen daar hebben, niet alleen de stilte wat hebben ervaren, maar ook de afwezigheid van God hebben ervaren. Knokt vaker met God omdat je denkt van hij is er helemaal niet. De vraag: is hij er wel of is hij er niet, kleeft niet aan mij? Nee, nee. Nee. Okay. Er zijn drie grote vragen op dit moment binnen de Christelijke Ritie in Nederland. En West ja, maar daar vroegen we allemaal niet naar. Die, uh, daar <laughs> wil ik even gaan uitleggen nee, ik Misschien <laughs> nee, nou, ja, uh, nu een ongelooflijke ongelofelijke podcaststand en dan denk ik, kom maar op. Nee, er okay, zijn er drie. Okay. Transidentieverlies, relevantieverlies en eschatologieverlies. Dat okay, zijn ja, dit de drie. Is wel, dit zijn wel de pittige onderwerpen waar <laughs> je over moet Dit zijn de drie doorvragen. grote olifanten die op dit moment... Ja. De orthodoxie... ja, maar daar ging het nu niet over. Nee, oké, okay, maar het, een aangevochten geloof. Terwijl, ja, ik heb bij jou misschien wel iets blijmoedigers verwacht ook wel. Ik, als, als ik titel. zondags in Crossroad sta en de geest die raakt mij... dan sta ik met mijn handen in de lucht sta ik de lof van de Heer te zingen. Dus dat gaat hand in hand. Zeker. Het aangevochten en yeah. blijmoedig. Yeah. Misschien ook een mooie titel. Lees, aangevochten en blijmoedig. Nou, lees de psalmen. Ja. Uh, deze schrijf ik trouwens even op. <laughs> je, Om, kan, je kan terugkijken. Een ondertitel. Ja. Nee, maar zoals het, wij zijn mensen. Wij denken. Wij voelen. We ja. maken dingen mee. We hebben onze sores. We hebben onze gebrokenheid van het leven in je eigen rugzakje zitten. En dat probeer je allemaal in verhouding te brengen met God. Dat valt niet mee. Je ziet in de psalmen een man ook continu worstelen met die vraag. Ja. De godsvraag die is er niet, maar wel de stilte van God. Ja. Daarom preek ik ook veel over de psalmen, omdat ik het zo mooi vind dat wij in 2021 ons herkennen in mannen van. 2000 3000 jaar geleden. Maar ja. ik denk wel dat dat bij de volgende generatie anders is. Die worstelt minder met de vraag: waarom doet God dit? dan met de vraag: is hij er eigenlijk wel? Nee, die komt er dan. Bij de volgende generatie. Ja. Jij bent zeven. nu? Ja. Nee, die is er. Ik spreek nu met Ik zit in de studentenwereld. Ja. Dat weet je. En daar krijg ik nu continu de signalen. Ik ga volgende week weer met iemand praten uit de studentenwereld. Volgende week, de week daarna. Van Andries weet wel, uh, de, 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 de leidersvraag leid leid dus even zwart-witte. De godsvraag speelt ja. nu een rol. Het ja. is een complete generatie nu van allemaal vrome, vrome studenten. Althans, ze waren vroom, en dat zijn ze nog wel, ja. maar die, die, die aan het afhaken zijn, niet meer vanwege de relevantievraag, maar vanwege de transcendentievraag. Vanwege ja. de vraag: is het echt waar? Is het echt waar? Ja. Vandaar mijn pogingen om via programma's ook te laten zien dat het echt waar is. En wat is voor jou de kern van de geloven? Ja, klassiek toch. Heel klassiek. Heel klassiek. Genade. Mooi. Ik krijg ik gewoon een geloofsbeleidnis nu. Genade, genade. Amazing Grace. Zondag 23 van de Heidelberger Catechisme. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof. Dat al is het. Dat mijn consciëntie mij aanklaagt. Desalniettemin, niet tegenstaande. De... Wil je me horen? Nou, nee. Ik weet al dat je hem gewoon moeiteloos tot het einde ja, daar, daar kan daar opnoemen. Hij, daar zit hij. En we, genade. Gaan even, we gaan even terug naar waar het begon. Oh. Een vrijdagochtend 1971. 4A00 4A00 aan de Vrije Universiteit Zeker, en ook niet op vrijdag Niet vrijdag? Nee. Oh, ik dan weet niet welke ochtend het was okay. De Volkskrant schreef donderdag jij, jij zat daar, student, je studeerde economie En er gebeurde iets God greep in Oké, okay, ik wou nog vragen wie greep erin Maar dat het God was, weten we alvast, maar wat deed hij? Ik studeerde daar economie Ik vond het heerlijk uh, Ik hield van economie, nog altijd Ik had het gehouden Um, uh, het ging goed met mij. Uh, de wereld lag naar mij toe. Um, en ik zat daar om een uur of half twaalf s morgens en uh, als een bliksemschicht, onverwacht, schokkend kwamen de grote levensvragen in mijn ziel en in mijn hart. Wie ben ik? Het was niet zo dat de docent daarover begon. Nee, niet een meisje naadje die fluisterde. Nee, nee, alleen, nee. zomaar. Rang. Out of the blue. Out of the blue. Wie ben ik? Waar ga ik naartoe? Wat doe ik hier? Wat is de zin van mijn bestaan? Uh, uh, was jij een gelovig ventje op dat moment? Nee. Ik was een ongelovig ventje op dat moment. En ging je nog naar de kerk? Ik ging naar de kerk voor, voor je ouders. je ouders? Ja. Uh, mijn ouders. Okay. Geen verdriet. Voor de vorm. Ja. Wisten je ouders dat je eigenlijk niet meer geloofde? Nee, maar ze hadden gezien dat het allemaal weg was. Oké. Okay. Yeah. Dus die vragen kwamen in mijn hoofd en in mijn hart. En ik, ben, ik weet nog, ik heb het college uitgezeten en uh, de VU was in aanbouw toen. Ik zat op de vierde verdieping. Um, en er lag een heel grote berghout nog. Daar werd gebouwd. Um, dus ik ben achter die berghout... ben ik vreselijk gaan zitten huilen. Echt, ja? ja. Huilen? Ach, hey, ik heb zo ontzettend zitten huilen. Hoezo dan? Ja, dat was met me gebeurd. Was je, maar was het van, van onder, je, onder, je, de, onder de indruk zijn of schuldgevoel? Nee, geen schuldgevoel. Wat ben ik aan het oh, doen? Nee, wat, wat is er met mij gebeurd? Dus ik ben naar huis gegaan. Um, en ik ben toen... Ik ben teruggevallen dus in de traditie waaruit ik kwam. Want ik ben de Bijbel gaan lezen. Hm. Voor het eerst van mijn leven ben ik de Bijbel gaan lezen. Thuis? Op Thuis, je kamer? op een kamertje. En ik weet nog nachtenlang de Bijbel gelezen. Maar ook. weet je nog wat je las? Ja, de brieven van Paulus. En ik zei, Paulus... Hij heeft het 13 geschreven, hè? En volgens sommige minder. Maar er staan er Ik dacht, Paulus... Hij heeft er niet zoveel. Het is niet zoveel, die brief van Paulus. Het, oh, je bent er zelf doorheen. Valt mee. Ja. ja. Of te, ik, man, waarom heb je er niet meer... Geschreven? Ik was er vol ja van en zei je dat ook tegen je ouders toen en na een paar dagen ja ik moest zeggen ik ga ik loop niet naar nou ze komt erin dat <laughs> is niet alles dus tegen mijn ouders gezegd: ze ja dat is wel ik moet ik moet je wat vertellen Er is wat met me gebeurd ik stop met economie en ik wil dommanen worden en hoe, hoeveel tijd zat er tussen die dat dag, uh, dag of drie vier echt zo snel ja. Ja. in een paar dagen ja een paar dagen wat zei die ouders mijn vader die zei: Mijn vader, de wat uh, stille en man die ook uh, het ambt van buiten nee, buitengewoon hoog achter. Te zei, hoog. Te hoog, ja. Die <laughs> zei: uh, Moet je nog niet eens even erover nadenken? Uh, ja. ja. En mijn moeder zei: Spontaan, als ik. We gaan ervoor. Ja. Dus ik heb, ik heb toen bij elkaar een dag veertien. ben ik niet naar college gegaan. Dus niet meer economie, ik ben nooit naar de economie gegaan. Uh, en na 14 dagen uh, ben ik uh, naar de vuur teruggegaan voor, voor mijn klassieke talen. En mijn hele leven was upside Dat is down. Was nou en Rietje zei... Ik huh, word de vrouw van de dominee. Oké, okay, want die was wel... En je ouders, waren die verbaasd? Ja, die waren verbaasd. Wat is er met die jongen? Die jongen die was op weg naar de wereld. Maar blij verbaasd? Op een nette manier. Ik bedoel, ik was geen losbol. En die, mijn moeder was ontzettend blij verbaasd. En mijn vader dacht... Nou, even, het moet maar even overwinteren. En hij, hij, je hebt een broer, weet je? Ja, ja. En een zusje was er toen nog? Die was er, Ja. Wat zeiden ze toen? Wat zeiden die? Ik geloof niet dat ik iets gezegd heb. Oké, okay, daar heb je het stil voor gehouden. Nee, je het stil gehouden. Ja. Ja. Maar ik vind dat moment nog wel bijzonder. Want je kreeg die levensvragen. Opeens ja. overdonderd, overrompeld door die levensvragen. Ja. En toen ging je daarna de Bijbel lezen. Ja. Je kan natuurlijk alle kanten op met die levensvragen. Daarom dus zei niet ik, dat jij een stem van God kreeg. Nee, Daarom zei ik, ik zakte terug met die vragen in mijn traditie. Ja. Ja. Nee, dat was niet dat je dacht, ik ga het op een andere plek ik zoeken. Ik word geen moslim, dacht ik op dat moment. Nee, maar je, ja, nee, je ja. kan allerlei tradities op. Je kan ook filosofische, ja. atheïstische... Ja, nee, maar op. het is heel belangrijk. Ik zakte dus terug in de traditie waaruit ik kwam. En die ik had ja. losgelaten. En waarin ik weer terugviel, als het ware. Dus daar heb ik de context, als het ware, gezocht. Voor al die vragen waar ik mee bezig was. En, en daarom vind je die geloofsopvoeding misschien ook wel zo belangrijk. Dat mensen kunnen terugvallen... In, dit in die trug, traditie. Terug. Ja. In het putje. Ja. In hey, hey, wat was dat geweest? Achteraf. Je bent nu uh, 50, 60 jaar verder. Wat is dat geweest toen daar, op die donderdagochtend? Wat gebeurde daar? En, uh, daar heeft God ingegrepen. Daar heeft God tegen mij gezegd. Nee. Echt, er is een, in de hemel is ja. een beslissing genomen. Wij gaan nu ja. op André Sneeuw af. Zeker. Echt ja. ja, geen twijfel? Zo geloof ik. Dat geloof ik ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Want het was zo bizar. Het was zo shocking. Het was zo niet van wat ik wilde en was. Het waren zulke vragen waar ik nooit van mijn leven mee bezig was. Want ik leefde natuurlijk een beetje van de lol. Ik, ik reed op mijn poeg met nog net lange haren. Dus, um, Wilde je rijk worden? Was dat een ambitie? Nee. Ik, okay. ik, 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 ben, ik ben gek op cijfertjes. <laughs> ik weet nog steeds. Nou, het gaat wel slecht met het financiën. het korter? Nee, nee, nee. <laughs> Zal ik het even uitleggen? Kom nog een blok politiek ja, piek, straks. Rustig. <laughs> nee, echt. Het was, dit, is, dit is nou zo'n. Zo Subito conversio. Kalfijn heeft ook zoiets ja. gehad, hè? maar ja. hij beschrijft niet wat. God zelf greep in, jij ervoerde het ook als ingrijpen ervaren... van God... en heb je nooit aangetwijfeld in de rest van je leven? Geen seconde. Oké. Okay. Nooit, nooit meer. Helder antwoord. Nee. Nooit meer. En ik heb het ook nooit gehad. De Volkskrant vroeg, heb je nog wat van dat ervaringen gehad? Zoiets nee. heb je nooit meegemaakt. Nooit. Eenmalig. Eenmalig. Je weet, niet meer, je weet niet eens meer welke dag, je, dag het was. Ja, jij zegt vrijdag. Ja, de ik, Volkskrant zegt ja. donderdag. Volgens mij was het maandag. Hou je daar niet van dat je het maar eenmaal gehad hebt... of heb je zoiets van dit genoeg? Was genoeg? Er zijn mensen die het helemaal nog nooit hebben gehad. Ik heb mijn hele leven omgegooid. Ik bijvoorbeeld. Ja, ja. jij had pas uh, jou, in, in jouw podcast had je een Monnik, ja. en die had het ook nog nooit gehoord. Nee. De, de, de vaderlands. Klopt, het, de Theologie vaderlands. Thomas kwartier. Ja. En nee, die heeft ook nog nooit een goddelijke ervaring. gehad. Maar die gehad. had wel een monnik gesproken die 90 was en die had hem vijf keer ontmoet in zijn leven. Ja, ja okay. vijf keer zo'n ervaring. Ik heb een kwartier dus ja. in uh, dus is... Andries gehad een aantal jaar geleden al. Dus oh, Oké, okay. Ja, kende hem. Nou ja, en het is dus wat dat betreft een zegen dat jij wel zo'n ervaring hebt gehad, kan me voorstellen. Ja, Sorry, maar wat... dan vraag ik maar waarom ik en anderen niet. Ja, ja. ja. ja dat is een goede vraag, weet je het antwoord? Nee, dat, nee. waarom ik? Ja. Weet ik niet. Mooi. Nee. Jij zou zelf iemand uit, anders uitgekozen hebben als je God was, iemand die vromer is. Ja? <laughs> wat is dit? Ja. <laughs> dat lach je. <laughs> Goed. Zullen we nog wat dilemma's, even de even de dilemma's doen? Ja, laten we wat dilemma's doen. De oude Amersfoortse Weg 79, dat is waar we hier zitten, het adres van de EO. Of die 4A00 van de Vuur? <laughs> Ik ben nog een aantal keren terug geweest naar 4A00. Ja, ARO heeft er een programma met me gemaakt. Ja. Voor die ervaring. Voor die ervaring. De EO niet trouwens, Karel wel. Wil je, iets, wil je nog iets over de EO zeggen misschien? Doe maar, uh, <laughs> doe maar de oude Amersfoortse Weg. Heerlijke ja. tijd gehad hier. Dominee van Karel of Dominee Katsburg? Katsburg. Uh, kan je dit uitleggen? Ik weet niet wie die vraagt. Dat mag dat niet bij de dilemma? Oh, nee, dat mag niet. Nee, nee, oh, nee. Dan ben ik Katzenburg. Oh, people, yeah. ja. Je mag, je mag zo meteen eentje toelichten. Hè? Oh, ja. um, een familiehuis in Italië of ja. een klooster in Frankrijk? Poeh. Ja, je zei al oh ja, maar... Ja, 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 ja. ja dat is even voor de kijkers. Wij, mijn vrouw en ik bezoeken graag kloosters in Italië en Frankrijk. Maar wat we ook doen, dat is één keer per jaar, als het allemaal lukt... met het hele gezin met z'n veertien naar Toscane gaan in een heel groot huis. Geen toerisme ook. Daar kies ik toch voor. Oké. Okay. Psalm ja. 42, Oude Berijming of Ik zal er zijn van Zela. Ja. CELA. Hm. Yeah. Gaat die nou passen, denk je? Ja, dit is wel de moeilijkste tot nu toe. <laughs> ja. Dat is wel de moeilijkste tot nu toe. <laughs> ja. ja, dat lied heeft opwekking 77. Oh, dat is, dat is ik, ik zal er zijn, zijn. van Zela. Ja. CELA, ja. En uh, het versampt 42 graag in de Nieuwe Berijming. Dat is een prachtig lied. Prachtig lied. Hart onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel. Dat deed ik deed het oplet in de Nieuwe Berijming. Ik zong dat ooit voor het eerst. Ik ken dat niet. Ik kwam maar vijf woorden ver. Oké. Okay. Zo mooi. Hart onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel. Ja. Maar dan, die had je gekozen boven Ik zal er zijn. Als je nou, nou had gezegd de nieuwe, nieuwe ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Eigenlijk moeten we het kort houden, maar ik vind het heel moeilijk om door, door, door bijbelteksten heen te, te praten. Herman Vinkers of Brigitte Kaandorp? Vinkers. Talkshow host of talkshow gast? Hm, ik vind gasten ook wel leuk. Want bij host kan je alleen maar vragen stellen en bij gast kan je tenminste wat zeggen. Eigenlijk uh, diep van binnen ben je meer een Meer een gast. Ja, oh, okay. Echt waar? Heb, heb, heb je jarenlang naast je mij gezeten? als je een lieve gast was geweest? Ja. Gewoon uh, okay. jarenlang op zijn tong zitten bijten <laughs> ja. te ja. Nou, dat deed hij dan ook wel in die tijd. Nee, 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 ook wel eens dat gehad. is wel waar, ja. Atkins <laughs> ja. of Sonja Bakkeren? Atkins. Die eten, ja kerncentrales bouwen of windmolens bouwen? Veel kerncentrales. En veel meer dan nu ja. informatieakkoord. Ja, twee is weinig. He. Veel meer. Is weinig. Het zijn er maar twee. Ja. Hele dure dingen. Die, uh... Maar goed. Min maar. Minister van Financiën Gerrit Salm of Wop Wopke Hoekstra. Gerrit. Want die Wopke, wat hij nu gedaan heeft de laatste weken, daar begrijp ik helemaal niks van. Met alle miljarden die over de Een soort de helikopter. Uh, ben, Benenki zei, we gaan helikopterdollars over Amerika strooien. Benenki was denk ik ooit de directeur van de Centrale Bank in Amerika. Ja, Respect. Ja. Ja. Uh, D66 of GroenLinks? GroenLinks. De vragen zijn gemaakt door Hans van der Linden, die ook lang met jou gewerkt Zeker. heeft. Dominee Ik... J. P. Verkade of Dominee J. Katsburg? Wie zijn dit? Het zijn dominees uit het gekrookte riet. Oh. Die op een hele. Uh, verkade is de vader van Korfverkade Krookte riet, op... dat is de, de, de ultra-conservatieve ultra vleugel van de, met de Kerk? Nee, van, van jou, ook Oh ja, jullie ja. hebben het gekraakte okay. pand. Nee, okay. het nee, bewaar het, bewaar het pand. bewaren het pand en ja. het gekrookte riet, ja. ja. Krook het pand. <laughs> gekraakte pand, ja. En in die rechtervleugel van toen de Nederlandse vormenkerk. Ja? Had je de vleugel gekrookte riet. Chitze de Jong. Jitsje de Jong. En dus JP Verkader, Vader van Cor en Dominic Katsburg. Daar ging ik ook naar de kerk. Uh, woensdagsmiddags en uh, woensdagsavonds. Woensdag. Uh, kort nadat dat moment. En die bekering ben is helemaal teruggevallen in de ultra Oh joh, oké. Okay. Ah. Ik ben heel uh, ja, gekrookte riet geworden. Waard pand geworden. Oh. Uh, en dat preekte dus Verkader en Katsburg. En die deden dat. Die hadden een gaaf om. Het gande door die kerk. Och. en wie koos je uiteindelijk? Katsburg. Want? Uh, die, die, die deed er ook nog een beetje Zeus Rotterdamstaaltje taaltje doorheen. <laughs> ja. Maar jij was, dus echt, voor jij hem, was ja. dus echt zwaar reformatorisch in die ja. tijd. Ja. Hoe lang heeft dat geduurd? Dat heeft geduurd totdat ik op college, een paar jaar, op college theologie bij professor Graafland, uh, Calvin ging lezen. Oh. Uh, en, en toen drie, ben je een beetje terug. Ik uh... drie van de institutie van Calvin, het dus Boek over de Heilige Geest. Het boek 3 van de Institutie van Calvijn is een boek wat zo ongelooflijk geestelijk, mooi, ruim, genadevol is. Door Calvijn ben ik uit die traditie gekomen. Want waren jouw ouders? Nee, maar gematigd. Die waren gematigd. SGP. Die hing een beetje tegen bewaard pand aan. Maar in bussen hadden we geen bewaard pand. maar nee, in nee. dat nee. was helemaal niet erg. Dus nee, ik werd zwaarder dan mijn ouders. Oké. Okay. En dan ging je echt op woensdagmiddag, op woensdag, terwijl je eindelijk op, naar college moest. Op mijn, ja. Ging je op je poeg met je Nee, je haar was afgeknipt. Ja, haar was afgeknipt. Op de poeg naar Hilversum. En dan ging je daar naar de kerk. En dan ging ik daar naar de en dan werd je gesticht. Ontzettend mooi. Maar toen okay. leerde ik op college Calvin kennen. En hoe zou die, zou die jonge Andries, reformatorische Andries, nu naar de huidige Andries kijken? Nou, die zou wel zorgen hebben. Ja? <laughs> <laughs> Boze brieven schrijven. Ja, ja. Boze tweets. Nou, van. Uh, ja, er is wel wat veranderd. Ja. ja, ja, ja. Zit die jongen niet op het hellende vlak, om maar eens wat te noemen? Oh, ja, dat ja. zou die Andries van de Poeg van toen toch wel hebben, ja. Je werd geen dominee. Nee. Waarom niet? Een kort verhaal, lang verhaal, ik zal een korte versie doen. Maar krijgen. kort, ja. Hoewel. Oh, ja. wel dat het gekort ja. Vestigde, ja. Ja. In de kerk waarin uh, ik groot was geworden. moest je, om dominee te worden. een extraordinaire roeping tot het ambt hebben. Uit de gewone roeping. Uit de gewone roeping tot het ambt. Een, een soort ingreep zoals je had gehad. Zeker. In, die, in dat lokaal. Maar dat moest dan ook nog een roeping zijn waarbij werd gezegd. Jij moet dominee worden. dat is, dat is hem. Dus ik had wel een plotselinge bekering meegemaakt. En wilde dus spontaan dominee worden. Maar in de reflectie dacht ik. Dat is een proces, hè? In de reflectie ja. dacht ik, ja... heb ik nou ook die buitengewone roeping tot het ambt gekregen? En ik moest dan naar het admissie-examen... toelatingsexamen in, in Apeldoorn van de universiteit. En ik moest bij mezelf constateren. Nee. Je bent er niet eens heen gegaan? Ik ben er niet naartoe gegaan. Je dacht, dat red ik toch niet. Maar... Ik dacht dat... Nee, is te Ik had het met plag, vlag en wimpel gered, dat is te vervelende. Oh, dat... Oké. Okay. Je mocht niet van jezelf? Ik mocht niet van mezelf. En ik ben daar niet slecht begeleid, maar dat even terzijde. Later... Dus hm. ik besloot, ik word geen dominee. Ja. Dat is een ongelofelijke strijd voor mij geweest. Ik wilde dominee worden. Ja. Ik wist het niet, ik mocht het niet. Hm. Van jezelf. En je dacht van God? Van mezelf en van God. En later heb ik aan dominees gevraagd. Ik leer ze een beetje kennen natuurlijk. Ik zei: joh, hey, vertel, vertel eens even. Zo, jouw buitengewone jou ervaring. Ik had een volk het velde die niet van zichzelf mocht voetballen op zondag. En nu zeg: had ik het maar gedaan. Hm. En al ja. die dominees zeggen: joh, toch door, houd toch op. <laughs> houd <tig> op. <laughs> ik zeg: maar dat stond er. Hij zei: houd toch op. Ik dominees van naam en faam. Maar dat klikt die... gevraagd. En die zeiden: natuurlijk. Ik zeg maar, dat extraordinaire roeping. Als je dominee wilde worden, geen enkel ja. probleem. Maar dit is die predestinatie. Jij, mo jij moest gewoon uh, de televisie. moest, je de moest naar de hel. Ja. 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 Want daar kwam je terecht. Ik kwam dus had het mee. ook de politiek kunnen zijn? Had je ook politicus kunnen worden? Ja. Ja, ik ben gevraagd, maar dat weet je wel. Nee, daar komen we zo. Dat ja, weten we nog ik niet. Ik ben helemaal niet gevraagd. Nee, je bent niet gevraagd. <laughs> nee. Misschien zo meteen, ja. Kan op. We zitten nog in de formatie. Kan op. Ja, nee, ja het kan ook wel met de telefoon gaan. Ja. Maar we lachen erom. Maar het is natuurlijk ingrijpend geweest. Ik, wil dominee. ik ging theologie ja. studeren om dominee te worden. Ik wilde graag dominee worden. Uh, en dan kom je hang, langzaam rand die theologie studie, kom je erachter. Ook een proces. Ik, het is niet voor mij weggelegd. Nee, maar er zit dan wel een beetje pijn bij jou daarover. Spijt. We, ik heb er jaren mee gelopen. Ja. Ik heb een jaar pijn gehad. Ja. Verdriet. Ja. Yeah. Ook toen ik hier werkte, al bij de EO. En dat is langzaam weggeëbt, moet ik zeggen. Hoor. En achteraf denk ik dat deze weg. Dat je hier is. toch ook een beetje een domineesrol rol kon Ja, vanvullen. en ik word natuurlijk weer meer dominee Nu heb jij hem wel eens horen preken? Ja. ja. Hij, hij preekt ja. beter dan die interviews, zeg ik altijd. Wat de, ja, ik vond hem heel goed preken en uit het hoofd, dat vond ik indrukwekkend. Dat ik voorwaarde voor iedereen. Ja. Ik, ik heb er altijd heel veel respect voor als mensen uit hun hoofd. Ja, maar dat hij maakte er een soort shibboleth van. Als je dat niet kan, dan deug je niet. Dat is overdreven. Nee, ik zeg altijd, als je niet uit je hoofd kunt preken, dan kan je het niet. Ja, precies. Het was, was onzin. Het was uit het hoofd, uit het hoofd, uit het hoofd en het was uit het hart. Uitwegelijk. <laughs> <laughs> beweeglijk we kennen het, dat. Het hele, het hele podium uh, bespelen. Het was een podium in dat geval, het was geen ik preekstoel. Weet het was het hele podium bespelen. Preek niet op een preekstoel. Oké, okay, ja. dat, dat daar kunnen we ook dat op doorvragen, ik. maar laten we dat niet doen. politiek wil dit over hebben. Ja. Ja, jij, ja, jij zei... Ik jij... wilde even gearticuleerd hebben dat dit dus een vrij... Zwaar, ik bedoel, geen meeleid, niks. Dit is een vrij zware weg geweest. Ja. Om te constateren dat ik het niet moest worden. Ja. En om later te horen... En wat, ja, en Rietje was blij, want die wilde geen, vrouw van, dominee, die wilde geen vrouw van de dominee worden. Rietje... Die heeft de knieën stuk gebeden. Geef hem geen roeping, geef hem geen roeping. Ik weet niet of het zo is gegaan. <laughs> <laughs> maar Rietje had er weinig zin in om vrouw van de dominee te worden. Nee. nee. Nee, dan maar, dan maar van een omstreden televisie-projectaat hoor. Via de tv oh, ja. Ja, okay. ja. Je noemde het net al de mooiste tijd van je leven. 11 uur. Ja. Wat maakt het zo bijzonder voor jou? Waar, waar, waarom was dat nou de mooiste tijd? Omdat ik uh, alleen aan een tafel, dus niet iemand naast me. <laughs> dat en bedankt. Daar begon hij al mee. Ze <laughs> dus zat alleen aan tafel. Ja. En, die had, eh, ik en er waren ook geen gasten in die tijd. Hij zat er gewoon nee, nee, nee. Mee. Je had gewoon jezelf en kunnen interviewen ik, ik permanent. Een ensemble ja. van mooie gasten, eentje uit vaak uit de politiek, eentje van eh, literatuur. Ik hou van literatuur natuurlijk, boeken. Ja. Of een wetenschapper, of weet ik wat, en een christen. De Christen, omdat het moet. En de christen, omdat ik dat wilde. <laughs> Eigenlijk was dat, dat het summum van elke uitzending: jij bouwde op. Jij bouwde op naar de christen. Ik bouwde op naar de christen. Ja. Maar ik probeerde ook. Die, ik wilde niet dat die Christen daar zo'n soort weirdo zat en de andere twee dachten oh nou nou moeten we een kwartier lang moeten we ja, naar ja, ja. luisteren. Nee, ik wil de Christen hebben die op een prachtige organische manier zo voegden in het gesprek. Dus dat het mooi tripartiet gesprek werd tussen de politicus, de wetenschapper of de kolonist ja. en en de Christen. Ja, dat lukte de ene keer meer dan de andere keer, maar het was voor mij een uitdaging om die mensen met elkaar die ideale mix. Yeah, ja, het de... was het begon in twee, uh, 1992. En ja. jij vestigde jouw naam daarmee. Jij werd opeens ja. een gezicht op tv. Langzaam. Knevel werd Langzaam. eigenlijk een begrip. Zeker. Waar staat Langzaam. Het, waar staat het merk Knevel voor? Uh... Geïnteresseerd. Betrokken. De vinger. Eerlijk. Oh eerlijk. Eerlijk. Oh, ik Ver. Dacht... Zeker. Ja maar ook, jij, jij doet nu een paar keer dit. Dat was natuurlijk ook het merk Knevel. Hè? Die vinger. Zeker. Maar dit, dat noem ik nu even niet. Debat, maar wel open vizier. Ja, je, je beschrijft hem heel positief. Als jij een uitzending van toen terugkijkt. denk je dan echt. Dit was ik al helemaal. up and running, rijp, klaar? Nee, je niet. Nee. Ik heb, mij ik, heb, ik heb de lijst even bekeken van toen. Dat eerste jaar, ik was 38, 39, ik was een groentje. Dan nodigde ik Kok en Bol Bolkenstein uit. Die kwamen. Hm. En die zeg je ging niet in interviewen dacht ik mee in debat. Ah, Achteraf ja. denk ik, hoe durfde ik? Hoe durfde ik? Ja, maar dit was niet wat ik... Maar vond. waarom is dat de jeugdigheid of de... Jeugdige moed. Ja, ik wil zeggen overmoed. Ja. Pim Fortuyn kwam en ik heb Pim Fortuyn zo hard gehad. Dacht ik dacht, joh. Dit is geen antwoord op je vraag, maar dat maakt allemaal niet uit. Oh nee, dat nee. is... Uh, nee. nee, nee. Anders... Uh, die stoort die mij. Formuleer je eerst het antwoord en dan bedenken we de vraag ja, daarbij. Tijd voor dilemma's. Moet ik ook een beetje door? Want ik moet zo een uitzending maken. <laughs> Rietje Bakker of Willeke Alberti? Ja, Rietje Bakker, dat is mijn vrouw. Maar mijn eerste popsong was van Willeke Alberti. En daar was je ook een beetje verliefd op? Spiegelbeeld. Was je ook een beetje verliefd ja, daar waren we allemaal verliefd op in die tijd. Oké, okay, dat, dat maakt het minder erg. Ja. Maar je was toch verliefd? Spiegelbeeld. Femke Halsma of Sigrid Kaag? Femke. Ik heb mensen groot gemaakt of ik ben door mensen groot gemaakt? Beide. Ik heb jou ook groot Je grover. moet kiezen. Je moet kiezen. <laughs> je moet kiezen. Ik heb mensen groot gemaakt. Premier van Acht of premier Lubbers? Ach, dat is een moeilijke. Met Van Acht ook een heel goede band. Hij is ook bij mijn wezen eten thuis. Lubbers niet. Die zou dat ook nooit doen. Maar Lubbers is beter geweest voor Nederland. Lubbers. Ik noem Matthijs Bouwman of Barbara Baars? Ah, Mooi! Matthijs. Een poeg of een krijdler? Als ik dat goed zeg. Nee, nee geen krijdler. Het is een buikschuiver. Dan moet je heel veel vet in je haar doen. Een <laughs> ja, schuif, je. ja. Je kijkt naar mij, maar dit is ook voor mijn tijd. Ja. Dat weet ik ook niet. En een poeg kon je je haren los laten halen. Het heeft iets te maken met brommers, oké. Okay. Oude ah. testament of Nieuw-Testament? Nieuw, nieuw, nieuw. nieuw. Een hele belangrijke vraag nu. Is het live vanuit de studio van de EO of live vanuit de studio's van de EO? Je moet een beetje groot denken. Studio's. Het is een enorm mediacomplex waarin we zitten hier. Ja. Dus het is... Je wil het graag laten lijken alsof het van met tientallen AO. studio's. Live vanuit de studio's ja. van de EO. Mag of Mozart? Mag. Toyota 1000 of Citroen, Citroën C4? Ja, die, die Toyota die reed, die C4 staat meestal stil. Maar hij zit toch lekker, die Citroën C4. Ook ik hoop nooit een Citroën C4. Hij staat meestal stil. Andries, we hopen dat het nog even duurt, maar op een dag overlijd jij en dan kom je bij Petrus. Waar begint hij over, denk je? Um, dan zegt hij. Ik schreef ooit in mijn boek. Um, Ken je dat? Dan zeg ik, ja, dat was 1 Petrus. Dan zegt hij, uh, daar schreef ik... Uh, wil jij getuige van mij zijn in zachtmoedigheid en vrezen? 1 Petrus 3 vers 15. Zeg jij dan? Dan zeg ik tegen Petrus, even <laughs> ja. even hij, ja, dat klopt. Dan zegt Petrus, ja, dat klopt. <laughs> 1 Petrus 3 vers 15. Hij zegt, heb je dat allemaal goed gedaan? En dan zeg ik, uh, nee, Petrus. Uh, dat is een tekst die ik pas vanaf nu terugrekend... Wel, de laatste 15 jaar tot een van mijn uh, lijfteksten heb gemaakt. Maar, maar wat, zeg, wat, wat zeg je daarmee precies? Dat je vindt dat je te, te, te strijdbaar bent geweest ja. voor God. Ja. In plaats van ja. met liefde ja. te werk te gaan. Ja. Met zachtmoedigheid en vrezen. Dan zeg ik, ik citeer de Statenvertaling. Dan zegt Petrus, dat is ook de beste die er is. <laughs> <laughs> dus met zachtmoedigheid en vrezen. En dat is wat ik de laatste 15 jaar heb getracht te doen. Oké, okay, dus de kritiek van de hemel op Andries Knevel. Is dat hij te militant is geweest? Het woord militant vind ik een vervelend woord. Als je een ander woord gebruikt. Dat hij te. Ja, welk woord zou je zelf gebruiken? Ja, ja, te heftig of opdringerig. Stellig. Opdringerig niet. Toch wel, want ik zocht daar straks naar toen ik terugvoeg naar die eerste jaren van het elfduur. Mijn beeld is, ik was jong, dus ik kende het ook niet precies. Maar dat je daar stellig en fanatiek was. Ik was daar. Fanatiek ook? Denk ik wel. Ja. Kunnen we dit nu slaan? <laughs> nou, mil vooruit, Militant. Ja. Ik neem het één keer over. Nou ja, ja. Maar dat is jouw grootste zonde. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik wil God doorgronden, zei jij in trouw 2005. En ja. we zijn het hele archief uh, doorgegaan. Ja, Mooi, ik ken het. <lacht> <lacht> dat was op 23 september. Ja, ja, <laughs> ja. Adres weet je ook nog. Ja. Hoe ver ben je? Minder. Minder? Ja, minder. Ik zit natuurlijk ook in die beweging die je in orthodox-christelijk Nederland ziet. Waarbij woorden als verbeelding, verwondering verstilling, aanbidding, mysterie, een grote rol aan het spelen zijn. Die hele theologie is zo, zo aan het ontwikkelen. Hè? Dus mm. weg van doorgronden, dat woord maar even. Weg van doorgronden, weg van de ratio. Veel meer naar de softe kant. Ik zou zeggen, de linkerkant. De <laughs> nee, niet <kant>. weer. <laughs> de vrouwelijke kant van het geloof. Dus, um, maar ik, ik, dat kan je ook een beetje interpreteren als het geloof is... Minder stellig, maar misschien ook al minder zeker, meer twijfelachtig? Nee, nee. je moet uh, verstilling, verbeelding en verwonderingen. dat zijn een aantal begrippen. waardoor we laten zien dat geloof niet alleen maar binnenkomt. via je hersenen, maar geloof ook komt ook binnen. via andere zintuigen. En die rol van die zintuigen. speelt in de orthodox-christelijke theologie. van de over 15 jaar. een steeds grotere rol. En dat is een ontwikkeling. Daar surf ik op mee, om het zo maar even te zeggen. Die heb ik niet bedacht, maar ik vind die wel prachtig. Ja. Wat is jouw godsbeeld veranderd in de afgelopen 30 jaar? Uh, weinig, denk ik. Ja? Ja. Misschien iets, iets weg van een soort onveranderlijke God. Um, Dat is wel een bijbelse beeld, toch? Ja, naar iets meer een God die nog te bewegen is. Een ja, ja. veranderlijke God. Ja, de, 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 waar, waar je ja. naar na, na kan bidden dat hij na... iets anders gaat doen dan hij van plan was? Zoiets waar je naar je kan bidden dan wat anders dan die van eeuwigheid al van plan was te doen. Maar dat heeft hij bij je zusje niet gedaan. Nee. Dus nee. Dat, dat doet hij soms dan kennelijk. Dat het hele leven is een leven van soms. Wonderen zijn wonderen, omdat wonderen wonderen zijn in die zin. Het gebeurt zelden. Mm. Het gebeurt soms. En ja, dat geldt ook hiervoor. En dat geldt hiervoor. Maar jouw beeld van God is niet ingrijpend veranderd. Nee, sinds. Ja, sinds uh, wat was het? Sinds je de, de hoofdstuk 3 van de institutie van Calvijn gelezen hebt? Daar opende zich de genade voor mij De ja. Calvijn. Calvijn. En vanaf toen is mijn godsbeeld verruimd. Uh, is het woord liefde heeft een grote rol gespeeld? Ik, ik dat heb ik al gezegd, ik preek de laatste tijd veel over Johannes. Ja. en Johannes ja. 4, hierin is de liefde van God geopenbaard. Dus minder ook vanuit recht naar liefde toe. Ja, het is misschien. Ja, dat, is, dat, is, dat is gewoon de tijdgeest natuurlijk. Ik surf mee, zei ik. Ja, ja. ja. Maar ja, dat is, daar kan God niks aan doen. Nou, misschien, ja. misschien vind je dit wel fijn dat we nu zijn aan, dat we aan het ontdekken zijn dat hij meerdere kanten heeft dan alleen maar één door ons uitgelichte kant door de middeleeuwse theologie. Want onze theologie is natuurlijk gevoed door. Het andere ander college wordt Nee. Je word, moet weg. wordt gevoed, word gevoed, word gevoed door de middeleeuwen. En Luther is in de. Ik stop, ik zeg gewoon niks. Heb je talent nodig om te geloven of is het hard werken? Uh, 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 nou, dus wel, ja. Ja. Gerrit Salm zegt het altijd: door jou bejubeld, ja. ik heb geen talent om te geloven. Ja, ik ken nog iemand die het zegt. Het rare is dat ik dat soms denk. Ja? ja? Het wordt je gegeven. Nou, dat ook. Maar dat je. Ik kan me van sommige mensen ook wel heel goed voorstellen dat ze niet geloven. Omdat of dat, van wat ze meegemaakt hebben. Ja, of, ja. of, of, of dat past niet in hun, mens, of in hun symbolisch universum. Die, die zijn dan niet meer te bereiken. Niet meer. Soms niet te redden, nee. om het maar zo te zeggen. Soms niet, nee. Ja, alleen door God zelf dan. Hè? Ik ken ook mensen die, die natuurlijk jarenlang hun knieën kapot hebben gebeden. Ik ken niet persoonlijk. Nee, ik ken er meer persoonlijk. Hun knieën kapot hebben gebeden om maar tot een vorm van geloof te komen. Um, en het is niet gegeven. Ja, proefgeloven. Dat is wat anders, ja. ja of jaren, willem Jarotte. Ja. Dijnsjaren. Mooie woorden. Dat je een al... beetje aan het proberen bent. Is en het is. wat? Is en het, het is. Niks? En dan opeens BM, het licht in de kerk van Naarden. Ik had Je hebt het. <laughs> hebt het talent wel. Of is het voor jou ook vooral hard werken? Je beschreef jezelf als fijn in orde. Nee, 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 nee. Het is geen hard werken. Het is genieten. Echt. Ja? Ik, ik, ja, ik, het ja. is jouw gegeven in 4 uh, a is mij gegeven ah, in 4a00. Ah, daar ja. uh, He, nou, heeft hij niks voor gedaan, toch? Toen daar. is mij overkomen. Ja. Genade. Puur genade. Puur genade. Jazeker. En daarna heb ik het 50 jaar. Heb ik het, even los van mijn werk, heb ik het 50 jaar. Een vorm gegeven. Uh. Ik ben niet bang om als ongelovige te eindigen, heb je ook wel eens gezegd. Heb je dat nooit? Dat je denkt. Nou ja, nou ja je hebt natuurlijk ontwikkeling doorgemaakt. We hebben die scheppingen een evolutie ja. gehad. En je hebt ongetwijfeld op andere. Uh, de manier waarop je Bijbel bekijkt, heb je hetzelfde meegemaakt. Kan haast niet anders. Dat geldt voor ons allemaal, denk je. Denk je nooit. hoe eindig ik? Ik heb het gevoel zelden. Ook omdat de ontwikkelingen die ik theologisch doormaak eerder bewegingen zijn die mijn geloof voeden dan mijn geloof uh, verminderen. De Andries Knevel die in de evolutie gelooft... is geloviger dan degene die in de schepping in zes dagen... Als je zo scherp zou willen zeggen... dan kan ik daar een einde mee komen. Ja. Oké. Okay. Ja. ja. Je wordt van... Ja, Naar bij, naarmate je de ja, ja. Bijbel minder letterlijk gaat lezen... word je geloviger. Ja. <laughs> Oké. Okay. Dat is ook weer voor de ongelooflijke podcast. Ja, ja het zeker. Podcast. Ja. Ik, ja. ik, ik bijt heel vaak op en Je de... bent nooit bang dat je het kwijtraakt. Tuur... Dat het je door de vingers glipt. Natuurlijk heb ik dat gevoel ook wel eens. Van... Um... En dat gaat dan met name over, over het lijden. Over het lijden. Over het lijden. Ja. Dat is voor mij dat is de Achilleshiel van mijn gewoon. Ja, ja, en en de kernvraag is dan de kernvraag, want die, die vind ik ook wel weer lastig. Ik bedoel, God heeft nooit beloofd dat ons niks ergens zal overkomen, dat nee. ons zusje niet zal overlijden, dat onze ouders niet zullen overlijden, dat onze kinderen heeft hij allemaal niet beloofd. Dus waarom zit die, die, die lijdensvraag dan toch zo diep? Omdat Renier Sonneveld heeft ooit een prachtig boek geschreven dat heet de stilte van God. En soms zeg je het... Uh, ik, ik heb een uh, kleinzoon, die is Victor. Dat is een heel voordelijk jongetje. Zit in gymnasium 1 nu. En die stelt me allemaal vragen vanuit... Een soort ongeloofshouding stelt hij mij vragen. En die zegt... Opa, dat van Auschwitz, hè? Ik zeg, ja, jong. Hij zegt... Je hebt me verteld. Dat komt omdat God onze vrije heeft gegeven. We mogen hem vrijwillig lief hebben. We mogen hem haten. Uh, ja, en die Duitsers die hebben de ene kant gekozen. Maar eventjes. En, ja. Ja. Hij zegt dat het experiment hè, van God met mensen. Ehm... Um, dat heeft 6 miljoen Joden het leven gekost. Ja, ja, fik. Want dat is de consequentie van het feit dat God, ja, uh, ja. prijs gaf. Had God dan op een gegeven niet even kunnen zeggen, jongens, dit wordt gek, dit wordt gek. Dat vind je is dit Experiment loopt 12. uit de hand. 12. Dit wordt gek. Mijn experiment loopt uit de hand. Ik grijp even in. En dat is voor jou ook echt een fundamentele twijfel. Waarom heeft hij toen niet ingegrepen? Hij had moeten ingrijpen. Hij had moeten ingrijpen. Oké, okay, dat is dan wat jij tegen Peter zegt als je daar komt. Maar dat is nee, toch... nee, P tegen Peter zeg ik gewoon uh, 1 die 15. Peter 3 vers 15. Ja, nee, dat snap ik. Maar, maar je komt er wel naar boven iets... met een paar vragen, in ieder geval. <laughs> maar dit is heel fundamenteel wat je zegt. Wat? Dat, dat, jij zegt dat God het niet goed gedaan heeft. Ik denk dat God dat moet ingrijpen. Ja, hij had beter kunnen ingrijpen. Dat doe niet zo raar. Dan ben je wijzer dan God. Zeker, maar je vroeg het toch? Waar dat zit toch... mijn aanvechting? Ja, ja. nee, oké. Okay. Je ja. zou... Dan zou, je hem beter, dan zou je hem beter snappen. Ja. Ja. Zo ongeveer. Waar was Andries... Sorry, nog één. Wat mij betreft. Nee, ja. Ga, ga, ga. Waar, was Andries, waar was het leven van Andries Knevel geëindigd als God niet uh, was verschenen in uh, 4A00? Uh, wat was er dan van je geworden, denk je? was ik een... Uh, uh, was ik een econoom geworden. Een econoom? Ja. De, de, de Matthijs Bouwman... Je was ook bij al die televisiestudio's. Uh, was, was je de voorganger van Matthijs Bouwman geworden? Uh, kom op, Gerrit Salm. <laughs> oh, 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 ja. Dat was een wel minister excuse. geworden. <laughs> Gerrit Salm, Want ik heb met gestudeerd. Ja, ja. oké. Okay. En, en, nou ja, maar je kwam tot geloof? Ja. Dus het is dus een ander leven geworden? Ja. Met vreugde. Ja, is het een mooi o, leven man, geworden? Man, man. Ik, ik, ik zeg niet die prijs iedere dag. Die dag van 4 a 00 Maar die keuze die ik heb mogen maken. Dat, na datgene wat er in mijn leven is gebeurd... Ik geniet er bijna iedere dag van. Echt. Ik vind het van zo Van de mooi. keuze, maar überhaupt van het leven nu, wat ik mocht leven. Het is de moeite waard. In het Koninkrijk van God met een groot woord dan maar eventjes. Ja, echt. Echt. Ik geniet ervan. Hé, hey, dankjewel. Ik moet weg. Dus de ik, tijd hey, hey, echt op. Ik, ik vond het fijn met jullie. Ja, wederzijds. Ik heb het tegenop gezien, maar uh, huh? dat was niet nodig. Het was een feest. Wij vonden het ook een uh, feest. Ik hoop de kijkers ook. Leuk dat je hebt gekeken. Heb je nou nog een boodschap van Andries? Bijvoorbeeld een uh, grappige anekdote, of hoe erg je hem gaat missen? Laat dan een reactie achter op YouTube. En vergeet je ook vooral niet te abonneren op dit kanaal.